Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner podcast. Hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van de Videocorner. Het is geen review, het is geen reguliere aflevering, het is een year recap. Recap. Yeah. Ja. En dan zal ik kort toelichten, maar normaal gesproken hebben we zaterdag altijd een kijktip. Mm. Maar we dachten van ja, het einde van het jaar komt eraan. We hebben best wel een leuk jaartje gehad, laten we gewoon even recappen. Recappen. Gewoon over het jaar praten. Gewoon over het jaar praten. Welke films hebben we besproken? Hebben we nog goede voornemens? En noem het maar op. Ja. Wacht even. Ik ga je gelijk even onderbreken, want ik heb wat lekkers bij. Ik heb wat lekkers bij, jongens. Ik heb de hele jaar altijd voor wat lekkers gezorgd. Dus ik denk, ja, waarom nu niet? Ja, weet je, pak je hem ondertussen erbij. Ja. Dan ga ik hem eens door. Want heel jaar films gekeken. Ja, zeker. En zijn acteerskills zijn er niet echt op vooruit gegaan. Dit is completely staged. Ja. Misschien want we zien alles hier achter gewoon staan. Ja. Oliebollen. Misschien is het een voornemen voor hem om 2024 iets meer beter te acteren. Iets beter te acteren, ja. Dat zal wel nodig zijn, denk ik. We hadden kunnen overschakelen naar de keuken. Ja. Chocomelletje, heerlijk. Hoppa. Met slagroom. Whipped cream. Ja, lukt het nog allemaal? Lukt het, jongen. Zonder slagroom? Ja, zonder slagroom. Oh ja, want dat... Oh, maar we compleet verrast. Maar Mirza had... Is dat compleet verrast, ja? Mirza had toevallig een keer doorgegeven dat hij geen slagroom lust. Dus vandaar dat er geen slagroom op zit. Ja. Nee, maar jongens, chocomelletje. Ja. Santé. Even een slokje. Whipped cream mustache. Ja. Ja, laten we gewoon beginnen. Met de films die we hebben besproken dit jaar. Want we hebben een hoop films bekeken. Ja. Voor het gemak heb ik even onze Letterboxd erbij gehaald. Mm. Want we hebben natuurlijk sinds kort een Letterboxd. En daarin kun je al onze films en cijfertjes die we hebben gegeven aan de films kun je terugvinden. Ja. Maar laten we nog even een stukje terug. Want we zaten natuurlijk eerst in een hele andere setting. Ja. We hadden eerst iemand anders. Van jou, klopt. Hadden we iemand anders. Ja, klopt. Die heeft met ons, volgens mij, tot en met kerst vorig jaar volgehouden. Ja. Was dat vorig jaar? Ja, want zeker. We hadden met hem ook, met Erdem hadden we ook nog een kerstspecial opgenomen. Ja. En welke hadden we gekeken? Scrooge hadden we gekeken. Bad Santa en Home Alone. Ja. Oh, oké. Ja. En kort daarna zei Erdem van, ja, ik ben met mijn muziek enzovoort bezig, dus ik heb niet zoveel tijd meer voor. Mm. En we hadden een nieuwe vrijwilliger die ook graag naar de films gaat. Ja, dat is, ik werd gewoon gedwongen. Nou, ik moet wel zeggen... Af en toe zat ik achter de schermen als ik aanwezig. En toen werd ik in één keer van Hakan zit. Hakan zit en Hakan praat mee. Ja, gewoon praten. Wees aanwezig, dat werd mij verteld. Mm. We hebben ook verschillende settings gehad. Eerst hadden wij... Een bank. Niet qua setting. Okay. Ja, ook die settings zijn veranderd inderdaad. Mm. We zaten eerst natuurlijk in een bank, in een hoekje. Videocorner noemden we het. Ja. En daarna zaten we schuin tegenover elkaar. Lijnrecht tegenover elkaar, maar de banken zaten schuin. En vervolgens hebben we echt gewoon letterlijk genomen. We hebben gezegd van ja, laten we gewoon een videocorner bouwen. Ja. Letterlijk. Ja, ja. Banken eruit, en, corner hier. Ja, klopt. En daarmee is ook onze podcast veranderd. Want we begonnen eerst met de eerste 10 afleveringen of zoiets met oude classics bespreken. Ja, daar was ik niet bij. Daar zat jij nog niet bij. Nee, dat klopt. Toen dachten we van, ja, laten we het nieuws bespreken. Dat is ook leuk. Ja. En wel hadden we steeds het struggle van, ja, we kunnen maar één concept. Want we werken daarnaast natuurlijk ook. Klopt. Ja. En liefst maak ik ook nog 10 soorten videocontent. Alleen, daar heb je geen tijd voor. Nee, klopt. Alleen, het nieuws was wel zo. We hadden heel vaak het indruk van alles wat we hier bespreken is al een soort van gepost door ons. Dus we eigenlijk krijgen een week recap. Ja. Mm. Dus dachten van ja, laten we gewoon de nieuwste films bespreken. En zo zijn we eigenlijk een soort van teruggevallen op wat we eerst hadden. Met 3 classics met Erdem. Naar een soort van nieuwe
setting waar we nieuwe films bespreken. Ja, ja. Klopt. Ja, ja, ja. Oh ja, en tijdens het nieuws bespreken hadden we nog reviews op ons Insta. Als een real forum gingen we nieuwste films bespreken. Oh, ja. En dat was volgens mij Scream 6 hadden we. De Boston Strangler hadden we. Maar die staan nog niet op onze Letterboxd. Vanaf op onze Letterboxd beginnen we echt gewoon vanaf de eerste aflevering op ons YouTube-kanaal. Ja, nee, ik stikte bijna. Ja. Maar door de jaren heen zijn we gewoon heel te veranderd qua concepten en toch qua ideeën. Maar dat hoort ook zo. Ja, dat moet ook gewoon leuk blijven voor ons. Zeker. Maar we zijn hier nog best wel lang mee bezig al, toch? Ja, maar het is... Ja, we hebben op onze YouTube-kanaal. Ja. Zal ik even snel kijken hoeveel afleveringen? Nee, maar het is 132 altijd... video's. Ja. Het is altijd een proces. Beetje hier veranderen, dan weer daar veranderen. Ja, klopt. Ja. En het is een beetje van wat we leuk vinden. Maar jullie zijn ook begonnen met podcast in het wild. Ja, maar dan hebben we het over vorig jaar. Ja, dat is echt... Vorig jaar, een jaar ervoor zelfs, man. Die video's staan niet meer online, of wel? Nee, die staan niet meer online. Nee, die zijn in het archief op slot. Ja. Ja, weet je, ik vond dat oprecht leuk. Ja, 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 ja. Het kwam ook van een Amerikaans concept waar ze op straat dingen. Maar die gasten wonen in Californië. Dus die konden het hele jaar door kunnen ze buiten zitten. Ja, natuurlijk. En bij ons was het de hele tijd van, wat gaan we doen? Ja, een golfcourse. Nou, dan moeten we een golfcourse regelen. Maar is slecht weer. Dan moeten we weer wat anders vinden. Ja, dan gaan we daar binnen zitten. En dan zegt die tent van, je kan hier niet binnen zitten. Ja, dan gaan we daar ergens anders proberen. Dus het was echt voor ons productie heel veel dat klopt. Werk. Waardoor het gewoon bijna niet lukt. En Nederlanders waren cameraschuw een beetje. Waarbij ik bij die Amerikaanse versie heel veel mensen gewoon random naartoe zien lopen en roepen iets. En dan zeggen ze van kom eens aanschuiven. Ja. Was het bij ons van meneer wil je zitten, meneer wil je zitten. En dan zaten we daar 3 uurtjes in een parkje en hadden we net 2 mensen te pakken. Ja. Terwijl we eigenlijk het liefst 3 mensen wilden hebben altijd. Dan moet je nagaan. In 3 uur tijd 3 mensen, dat was gewoon moeilijk. Ja. Dus ja, dan uiteindelijk zeiden we van laten we gewoon een soort van binnen zitten dan met dat podcast in het wild. En toen dachten we van maar dat gaat ook niet, weet je wel. Wie gaat dan langskomen? Ja, inderdaad. En dan dachten we van wat vinden we leuk? Ja. Films. Dus dachten we van sowieso het format podcast vind ik eigenlijk leuk. Weet je wel? Gewoon altijd slap lullen. Slap lullen. Nee, maar toen wel. Ja, ja, nu wel iets meer inhoud. Maar een beetje, heel iets. Maar een beetje gericht naar de toekomst. Ik vind het nog best wel leuk om naar buiten te gaan. Weet je, die feeling te hebben, dat sociale met mensen. Misschien dat we dat ooit in de toekomst nog een keer kunnen doen. Ja, maar dat zijn je toekomstpredictions. Daar komen we later op. Maar nu het over hebben, hè? Ja, nu het over hebben, kun je wel even tipje van de sluier noemen. Zeker. Wij geven alleen maar tips, hè? Nee, maar toen dus is het soort van met Erdem. Want Erdem zat altijd achter de camera. Toen waren we met z'n tweeën. Wij zaten voor de camera. Erdem ging altijd meer achter de camera. Weet je nog toen het heel koud was? Hij wilde zo snel mogelijk naar huis. In Vondelpark was het volgens mij. Ja. Amsterdam. Ja. Maar op een gegeven moment... Supergane deed ook een soort vanzelfde format. Klopt, maar die had het ook maar 2 afleveringen. Misschien dat ze tegen dezelfde problemen aanliepen. Want zoals ik zeg, Californië is heel jaar door zonnig. Misschien 1 keer per jaar regent het en dan... Ja. Van die staat naar die staat, San Francisco, naar weet ik veel, Orange County. En daarna weer door naar misschien randje van Californië naar Nevada of zo. Ja als wij naar Duitsland gaan, dan verstaan ze ons niet. Zou je misschien een gedeelte van België nog kunnen pakken? Ja. Maar, we zaten altijd met het weer. Dus Supergaande heeft het ook gedaan, 2 afleveringen. En die zijn er ook mee gekapt. Ik weet niet waarom, maar misschien door dezelfde reden. Ja. En toen zijn we de films gaan bespreken. Ja, klopt. Nou, dit is wel een leuk setup wat we nu hebben, Ja, en we hebben, zoals ik zeg, heel hoop films besproken. Kunnen ze wat in de bioscoop geslapen tegenwoordig? Ja, want we begonnen eigenlijk met Super Mario Bros. Super Mario Bros, ja. Oh. En daarin... Hoe is dat klopt met die film eigenlijk? Heeft die... Die heeft volgens mij wel records verbroken, ja. Maar is het ook de meest bekeken animatiefilm? Volgens mij niet. Volgens mij is heeft die Frozen ingehaald? Nee, volgens mij niet. Wat ik laatst zag, Oppenheimer heeft wel bijna zo. Oh, ging die bijna. Oh. Vind je jammer, hè? Vind je jammer? Nee. Zet hem iets verder van je af. Ik sta er bekend om een beetje lomp te zijn soms. Maar dingen had dat ook. Ik las laatst ook Oppenheimer heeft net geen miljard aangetikt. En dat was toen Barbenheimer was dat. Barbenheimer, ja. En Barbie had 1,4 miljard en Oppenheimer net geen miljard. Maar dat heeft natuurlijk ook met de leeftijden te maken. Het eentje is voor alle leeftijden en de andere is voor volwassenen. Ja, natuurlijk. Maar Oppenheimer komt ook weer terug schijnbaar. Vanaf begin volgend jaar gaat hij weer in sommige bioscopen in 70 mm IMAX weer draaien. Oeh. Echt? En volgens mij doen ze dat gewoon puur om die miljard aan te tikken. Want hij hangt er echt 6 miljoen of zoiets onder. Oh, ja, oké. Ik heb hier de top 3.
Ja, ik weet niet of je het nummer 1 mee kan tellen. Dat is The Lion King, die remake, weet je wel. Maar dat is compleet met CGI gemaakt. En Frozen en Mario zijn wel echt cartoons. Ja, dus ik weet niet... eigenlijk kun je zeggen dat ze op 2 staan. Wat is de titel van het lijstje? Highest Grossing Animated Films. Ja, dan... ja, zij bepaalden dat. Ja, oké, dat wel, maar... Ja. Oh, die hebben nee, maar okay, als we dat niet tellen, dan heeft hij inderdaad Frozen nog steeds niet gehaald. Ja. Maar jullie twee waren er naartoe gegaan, want ik heb hem niet gezien. Ja, maar dat wilde ik ook zeggen, want het is, was toen ook weer nog een andere setting. We deden dus, de reviews deden twee mensen. Mm-hmm. Ja, en klopt. En dan deden we nieuws bespreken met z'n drieën. En nu uiteindelijk zijn we na 1 keer per 2 weken gegaan. Ja, ja, toen deden we nog aan het bureau. Aan het desk, inderdaad. Ja, 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 klopt. Toen hadden we tussendoor nog een kleine verbouwingje. We hebben zelfs nog een keer bij de VU gezeten. Voor Transformers. Ja, Transformers hebben we daar opgenomen. Ja, ja, ja. En dan was de plan eigenlijk dat we langer door zullen gaan. Ja. Ja. Maar ja, dat liep ook anders dan gepland. Ja. Ja, ja, moeten we daar verder op ingaan? Nee, denk ik nee, niet. Denk ik niet. Genoeg informatie. Nee. Ja, maar waarom begin je het onderwerp dan? Waarom niet? Nee, maar gewoon, weet je, we hebben er even gezeten. Hij opent het onderwerp en dan gaan we erover door. Nee, 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 doen we niet. Nee. Laten we zeggen. Gooi nog een paar films. Ja. Ja, Super Mario Bros. Was wel echt super tof inderdaad. Ja. We hebben gekeken naar Air. Air. Air? Ja. Oh ja, daar hebben jullie, die hebben jullie gekeken. Die hebben wij gekeken. Die vond ik echt super tof. Die was echt super tof. Ja, ja, dat was basketbal film, toch? Nee, niet per se basketbal. Van de Nike en Michael Jordan collabo. En, Voor mijn gevoel, dat die film heeft niet zoveel de aandacht gekregen die hij nodig had. Die eigenlijk zou verdienen. Zoiets, snap wat ik bedoel? Maar ik denk in Nederland, man. Hij staat wel hoog in een lijstje van Golden Globes en zo. Ja. Dus in Nederland heeft heel weinig aandacht gekregen. The Evil Dead. Die hebben jullie gedaan. Evil Dead. Ik had jullie geïntroduceerd aan klassieke horrorfilms. Ja, met Sam Raimi's Evil Dead. Ja, ja. Ja, met, hadden wij later nog die nieuwe Evil Dead? The Evil Dead Rise was volgens mij, hadden die nog besproken? We hebben hem, ik heb hem niet gezien. Nee, volgens mij niet. Man. Ik heb hem wel gekeken, de nieuwe, maar ik weet niet of we hem besproken hebben. We hebben hem niet besproken, zie ik. Nee, maar die was ook wel leuk, man. Ik vond hem wel dat hij. Ja, ja, ze wel gewoon weer teruggaan naar een beetje die oude vibe van The Evil Dead. En. Ik las ook volgens mij dat Sam Raimi er weer werk van gaat maken. Dus dat Sam Raimi weer terugkeert voor The Evil Dead. Nice. Ja. Maar die vonden jullie een toffe film, kan ik me nog herinneren, in de review. Ja, 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 zeker. Ja, zeker. Voor die tijd was die goed. Oh ja. Voor die tijd was die goed. Ja, was verder ook niks anders dan dat. Weet je, maar als je nu zal kijken... Nee, maar, ik kan best begrijpen dat heel veel mensen gaan zeggen van... Nee man, wat is dit? Is die goed of is die goed? Ja. Hé, Mokro Mafia Tata. Er is wel een goed bekeken aflevering uiteindelijk geweest, Mokro Mafia Tata. Ja. Ja. Op een gegeven moment was het ook, we waren er zo vroeg bij dat we misschien een beetje geluk hebben gehad dat als mensen Mokro Mafia trailer, Tata trailer opzochten. Dat want we kwamen als tweede of zoiets, onder de trailer kwamen eruit. Ja, misschien dat we daarvoor heel veel views hebben meegepikt. Hoe vaak is die bekeken? Oeh, ik weet niet, 250 of zoiets, 300. Dat is voor ons doen best veel, hè? Ja, voordat mensen ons helemaal afkraken. Op YouTube heeft hij 250. Ah, dat is netjes. En dingen, dan was die ook nog best wel oké op de podcast app. Ja. Alleen, ik heb volgens mij alleen de Spotify cijfers gezien. Ik weet ook niet meer iets van... Ja, wat is het, 50 of zoiets weer. Dus ja, best wel prima. Guardians of the Galaxy. Die hebben jullie gedaan, toch? Die hebben Hakan en ik gedaan. Ja, Guardians of the Galaxy, ja. Ja, wat vond je daarvan? Ik zag dingen speelden. Er zat laatst in de Mr. Beast video. Die, hoe heet die? De Baptista. Ja, dat klopt. Die, hoe heet hij ook alweer in de dingen? De Drax. Ja, Drax. Drax. Klopt. Weet je wat mooi is? Hij doet zo bij de Mr. Beast video. Hij was zo, oké, grab the shack from behind the couch. En dan pakt hij zo. En dan was iets met de dog. Bij zo'n hondenpension kon je honden adopteren. Ja, of zoiets. Oh, hij had allemaal honden gehad. Ja, hij gaf dus en die gaf die ze gratis, kon je ze dan adopteren. Ja, en hij gaf dus aan de mensen die een hond hadden geadopteerd, gaf hij zo'n check van onbeperkt eten, lifelong, en onbeperkte verzekering, lifelong. En dan die Carl die zegt zo, oké, take the portrait from the wall and turn it around. Ja. Hij draait het dan zo en dan staat zo, Guardians of the Galaxy was shit. Ja, die heb ik ook gezien, man. Maar was je ook shit dan? Nee, ik denk dat het misschien nog wel de beste Marvel film van dit jaar is. Ja, van dit jaar. Want Marvel heeft echt heel veel meegemaakt. Maar dit jaar zijn... Hoeveel films zijn er nou uitgekomen van Marvel dit jaar? Een x-aantal series, maar Secret Invasion was shit. Ja, Loki waren mensen nog een beetje enthousiast over. Laat die series even zitten. Hoeveel films zijn er 3 of zoiets. Guardians of the Galaxy had je. Ja, The Marvels had je. En? Blue Beetle? Nee, Blue Beetle is DC. Oh, is DC. Je moet er nog steeds aan wennen. Maar zelfs ik heb soms dat ik echt helemaal in de war ben met die DC Extended Universe en DC Universe en Marvel en Marvel Studios. Dan heb je Spider-Man die is los. En dus zelfs ik ben soms in de war. Is Spider-Man dit jaar uitgekomen? Spider-Man, maar dat is niet Marvel. Cartoon, niet die cartoon, die andere. Welke? Far From Home.
was dat toch? Nee, joh, no, dat is no al pa- ja, dat is een paar jaar geleden alweer, man. Dit jaar kwam die animated version, Across the Spider-Verse. En die hebben we ook besproken. Dat was onze eerste 5-star rating die we hadden gegeven. Die was echt goed. Die hebben wij toen besproken. Ja, met klopt. Met z'n tweeën, ja. En ja, zoals ik zeg, die hele dingen is wel een beetje moeilijk inderdaad. Maar even, ja, ik kan wel even ondertussen zoeken, want het is vandaag een aflevering zonder script een beetje. Dat is ook een voornemen voor mij om even een schemaatje te maken wie bij wie hoort. Ja. Jij bent die gast van Always Sunny in Philadelphia, ja. Die zo in de hoek staat met al die lijnen. Zo, ja. Ik weet niet wat dat is. Nee, maar ja, even kijken. Ant-Man kwam uit inderdaad. Heb ik niet gezien. Ja, dat hoef je ook niet te zien. Volgens mij shit. Guardians of the Galaxy en Volume 3 kwam uit. En dan qua series kwam Secret Invasion, Loki, What If komt nog uit. Of is uit volgens mij inmiddels. En Echo, die komt begin volgend jaar uit. What If, dat is toch die geanimeerde serie. Animated, weet je wel, van dingen, wat zal er gebeuren als die daarbij Ja, zo. Nee, maar ik heb dat zelf ook niet mee. Maar sowieso Marvel in de mud, want... ze hadden dus die visual effects supervisor hadden ze weggedaan omdat zij promotie had gemaakt voor Argentina 1985. En dat was een productie van Prime. En in een contract stond, dat mag niet. Dus zij hebben haar eruit gestuurd. Ja. Klopt. Toen is de visual effect nog verder in de shit geraakt. Ja. Want de visual effects nu intern hebben ze een x-aantal visual effects medewerkers die zeggen van ja, we gaan een vakbond oprichten. Ja. De werkdruk is te hoog. Maar je ziet het ook weer terug in de film, want het is gewoon echt... Snel. Ja, als, je het niet direct opvalt bij een eerste aanblik, dan is het goed genoeg. Ja. Ja, ja, ja. En dan drukken ze hem door. Dus daar hebben we heel veel dit jaar gezien. De Mayors, Jonathan Mayors incident, die is vorige week inderdaad ook gewoon vervolgd. Domestic violence en sexual abuse en noem het maar op. Dus die is nu uit de MCU getrapt. En hij zou eigenlijk de leidende draad zijn. Want er kwam dus Avengers, Kang, nog wat kwam uit. Ja, Kang Dynasty. Kang Dynasty inderdaad. Ja. Die is eruit getrapt, dus er moet een alternatief voor verzonnen worden. Ik heb Loki niet gekeken, maar zeg wel aan het einde van Loki... van, hey, dit is een mogelijkheid om die manier door te pakken. Ja. Of het mij wat interesseert? Nee, niet echt. Maar ik heb het wel zo gelezen. Ik vond Marvel's zelf, vond ik het heel leuk. Ja. Nu merk wel, de afgelopen jaar, ik begin langzaam over te stappen. Ik vind DC, ik weet niet, man. DC moet nog echt beginnen, man. Die Extended Universe is nu gestopt met Aquaman. Daar gaan we het aanstaande over hebben, episode. Klopt. Dus we kunnen nog niet veel weggeven. Nee, maar ik ben, Marvel ben ik echt begonnen met Iron Man. Hmm. Iron Man 1 kwam toen uit. Toen de tijd hadden we een videotheek hier in de Hof. Nou, volgens mij ging ik iedere week langs. Is die al op DVD? Is die al op DVD? Is die al op DVD? Dit jaar kwam Marvel wel met Spider-Man 2, de game. Ja, klopt. Die was wel tof. Dat hoort ook een beetje bij Marvel. Ja, dat... maar... trailer van Blade. Blade vond ik vroeger echt sick. Ja. Met Wesley Snipes, 1, 2 en 3. Ja, weet je wel. Klopt. En dat vond ik echt vroeger sick. En daar hebben ze niks mee gedaan later. En nu inderdaad volgend jaar of die jaar erop. Sorry, in 2025, die ook. Want volgend jaar hebben ze maar één film, hè? Marvel Universe. Hmm. Dat is volgens mij... of die nog gaat uitkomen, is ook de vraag. Die Captain America. Klopt. Met de dingen. Maar die met de Falcon. Maar die is ook weer de vraag van... Ja, nu is dingen dus ook echt eruit gestuurd. Want Kang zou de leidende draad zijn van een nieuwe chapter. Hij is er nu uitgestuurd. Ja. Wat gaat er nu gedaan worden met Captain America? Want die moet dan soort van in 2024 aftrappen. Ja. En wat gaan we ermee doen? Want toen de tijd was dat dus Iron Man die trapte het af. Ja. Iron Man 1, daar begon het mee. En daarna kwam dus die... Ja, dan heb je weer een sequel en prequel, wat vooraf gebeurt. En al die films moet je aan elkaar connecten. En dan kon je op een gegeven moment die... Hoe noem je dat? Chronologische volgorde. Ja. Kon je op een gegeven moment... Ik heb hem... toevallig was het gisteren of eergisteren. Vroeg een vriend van mij van... Hey, nog goede film. Nou, ene zei, kijk Harry Potter 1 tot 7. Of zelfs tot 8. Dus ik zei van, als je een echte filmreeks wil doen, ga al die films van Marvel maar kijken, even op chronologisch. Nou, dat zijn een potje films. Ja, dat zijn 33 of zoiets. Maar dat is een ik heb de meeste ervan heb ik gezien. Behalve de laatste paar jaar heb ik er een paar echt waarvan ik denk van, het is goed. Hoef je niet te zien. Ja, het gaat me het is ook echt shit geworden. Ja, maar ook toen we naar de Marvels gingen. Nou, we zaten daar, Mirza vroeg me op een gegeven moment, wie is dat meisje? Ik zal het niet weten. Weet je, maar als je Captain America The Winter Soldier... als je in die film zegt van... yo, waar komt Iron Man in een keer van? Ik kon gelijk die verbindingen leggen, weet je wel. Toen vond ik het echt leuk. Maar nu... je merkt gewoon van jezelf. Ik weet niet, het trekt je aandacht niet meer. Ja. Je bent er meer klaar mee. Nou ben ik meer geïnteresseerd in wat gaat DC nou doen? Want DC begint nou ook langzaamaan op te komen. En hij is lekker aan het teasen, hè? Met allerlei acteurs die hij aanstelt voor de nieuwe Superman Legacy film. Ja. DCU.
doen? Ja, dan ben jij vroeger bij, hè? Ja, dat ben je er wel van. Dat is echt elke aflevering. Hij zei, oké, als het over DC gaat dan uiteraard. Ja, ja. Zo, is het al begonnen? Ja. Maar Superman, 2024. Oh, 2025, sorry. Maart 2024 gaan ze beginnen met filmen. En dan 2025 begint de DCU. Nu is de Extended Universe eigenlijk een beetje afgelopen. Met de Aquamans en dan noem het maar op. Ja, dus Marvel's Downfall hebben we kort over gehad. Dat was ook een groot nieuwtje dit jaar inderdaad. Barbenheimer hebben we het over gehad. Snel afgeleid. Sorry, een lijstje. we hebben gekeken naar Grenzeloos Verraad. Mirza en ik. Ja, dat was best wel grappig eigenlijk. Ja. Wil je het toelichten? Ja, vertel het een beetje. Ja, Grenzeloos Verraad. We kregen op een gegeven moment een DM'tje van een acteur. Uit de film. Uit de film. Ik ben zijn naam even kwijt. Gunther. Gunther nog wat. Gunther. Ja. Of we die film zouden willen kijken en dan een leuke review over zouden willen maken. Ja. Het blijkt dat die film niet in de echte bioscopen soort van zou draaien. Arthouse films inderdaad. Ja. Arthouse cinemas. Dus we hebben 2 kaartjes gekocht in een geheugen naast ons. Waar die wel draaide. Mooiste is. Geheugen. Mooiste is. Wij gingen pauzeren. Want daar heb je nog pauzes. Ja. En dan lopen we terug. En dan, wat zei die vrouw ook alweer tegen ons? Ja, die zei van, kan ik jullie ergens mee helpen? Ja. Van, wat doen jullie hier? Ja, we waren letterlijk allemaal oudere mensen in de zaal. Ja. Zij dacht van, wat de fuck doen die gasten hier? Ja, maar ik geef haar ook wel gelijk. Want nee, ik zag ook niet dat ze ongelijk heeft. Nee. Algemene leeftijd was 85, ja, weet je wel. Daar zitten wij daar. Dat is wel grappig. Hadden we ook bij Anatomy of a Fall. Er waren ook alleen maar al die ouderen in de zaal. Ja. Maar Anatomy of a Fall was wel echt goed. Maar Grenzeloos Verraad was wel een beetje matig, maar tegelijkertijd... Wat hebben we gegeven? We hadden een 3 gegeven, maar dat was meer om het feit dat ze echt met een heel beperkt budget moesten doen. Ja, dat was nog prima. Voor de rest was het niet echt super denderend of zo. Nee. Maar gewoon wat je eruit hebt gehaald met die budget was gewoon nice. Ja, was best wel nice. Ja, en Gunther dus. Volgens mij vond hij de review niet leuk. Nee. Want hij heeft ons daarna ontvolgd. Ja. Hij heeft het wel hoog zitten volgens mij dan. Maar kun je dan niet tegen kritiek? Is dat het dan? Ja, of hij is hard op weg aan zijn carrière en stapelde de hele tijd iedereen zo dingen te doen. Ja, maar ik heb toen... samen hebben we toen reacties gelezen van andere mensen die gereviewd hadden, zeg maar. Ja. Wat dan ook. Ja, die vonden het echt... ik had het idee Oscar waardig, jongen. Echt Golden Globe nominaties, dit. Ik wil ook niet mensen afkraken, maar je moet ook niet... een beetje te hard van stapelen. Want ik had op een gegeven moment ergens... ik weet niet meer wie... maar iemand had dus geschreven van... wie speelde ook alweer die Duitse nazi-generaal in dingen? In Glorious Bastards. Christopher Waltz. Ja. Hij zei, dit is een Christopher Waltz performance van die ene die acteur. Toen ga ik bij mezelf... oké, rustig aan. Yo, calm down. Calm the guts. Het was oké film. Zoals ik zeg, voor die budget is het echt prima gedaan. Zeker, ik denk dat je misschien iets meer geld tegenaan had gegooid... dat je zelfs nog mooier gemaakt. Maar overal, het script was best wel matig. Maar het heeft ook mee te maken dat we in Nederland ondertussen al 60 oorlogsfilms hebben gezien. Ja, dat werkt ook een beetje tegen. Ja. Klopt ook wel. Maar ja, wel leuke ervaring toch eigenlijk. Ja. Hey, mijn chocomelk is op. Willen we anders... heb jij nog snacks bij je, by the way? Ik heb wel... En dan kunnen we eventueel bijtanken. Even een koffietje pakken. Koffietje pakken. Ja. Ik heb wel een snack bij me, ja. Oké, gaan we naar de snack dan. Ondertussen pakken we even een koffietje. Heel goed. Ja, oké, top. Ja, we zijn terug met Hakan's snack. Hakan's snack, ja. Ik heb heel dit jaar lang... Nee, maar wacht even. Ja, we gaan even over praten. Voor die snack introduceren. Ja, ik introduceer helemaal geen snack. Wat? Ik zeg, ik heb hele jaar al een snacks meegenomen. Oh, jij wilde zelf al gelijk dingen? Ja, ik zeg... Laat mij anders even de dingen doen. Nou, dan vraag prima, ik aan mensen. Mirza. Hakan heeft heel jaar door al snacks meegenomen. Ja, leuk was dat, hè? Ja, dat was best wel lekker. Ja, was lekker. Verrassend altijd. Ja. En af en toe liep het uit de hand. Suikspin. Volgens mij is één van deze glazen... Die, is dat die van jou? Ja. Er staat nog steeds een groen laagje aan. Hij staat nog een beetje groen aan. Die glazuur krijg je eraf. Chemische groene zit erop. Ja. Heb je allemaal zelf gedaan, dus jij krijgt geen glas. Maar ik vind dat hij het wel altijd goed doet, hoor, Hakan. Echt een liefertje, die Hakan. Ja. Nee, maar wel creatieve dingen en leuke dingen. Ja. En, We waren een tijdje ook echt gewoon eten bij ons, hè?
Ja. Pizza. Want wat is je favoriet? Wat is je favoriet? Mijn favoriet, dat was de Sour Patch. Sour Patch Guys. Sour Patch Kids. Kids, ja. Ja, die. Want we begonnen een soort van met wat kun je meenemen naar een bioscoop, toch? Ja, maar dat werd op een gegeven moment heel erg beperkt. Ja. Dat, daar zit ook een evolutie in. Ja. De bedoeling was eigenlijk van neem uit ieder land mee iets aparts wat ze daar aan snacks halen. Ja. Ja. Op een gegeven moment had dingen gevonden zoals gedroogde cuttlefish, weet je wel, dat aten ze ergens in een land. En dan wil je dat bestellen, maar het is onmogelijk om eraan te komen. Ja. Het is bijna onmogelijk. En als je het had gevonden, dan betaalde je op een gegeven moment gewoon 30 tot 35 euro. De krekels, gewoon uit de tuin. Weet je wel. Maar ook best leerzaam. Ja, maar visballetjes kon je ook ergens toch halen. Leerzaam. Nu weet ik ook dat in Turkije doen. Pipa's. Ja, Turkije en Spanje hebben ze pipa's. Ja, zonnebloempitas. Ja. Klopt. Ja. Of American Baseball Games. Ja. Daar eten ze hem ook altijd op bankjes. Ja, maar hebben ze ook zie je al die gasten, die hebben altijd zo'n hele zak. Ja. Ze zitten altijd maar die eet alleen het zout, volgens mij. Die eet niet echt inhoud. En dan spuug je bij iemand in de nek zo ervoor. Zo uit. We hadden ook pizza. We hadden ook hamburgers. Ja, pizza, hamburgers. Ja. Klopt, daar hadden we allemaal. Was een beetje uit de hand gelopen toen. toen gingen we echt iets te letterlijk. We hadden hotdogs. We hadden toen ook een foodcamp. Ja, foodcamp. Vinden de mensen dat leuk? Hey, moeten we dat terugbrengen, de foodcamp? Jezus, de foodcamp. Ja, in principe toen was er nog wel dingen van. Oké, je had een pizza, een hamburger of wat dan ook. En als je nu bijvoorbeeld zo'n Mike and Ike hebt, iedereen weet wat het is. Soort van, hoef je niet per se een foodcamp te hebben. Nou, ik wou dus eigenlijk weer, ik dacht ik neem gewoon het lekkerste snoepje wat ik heb meegenomen dit jaar. Die neem ik mee. Mm-hmm. Ja. En dan buiten het eten. Dat is het lekkerste snoepje. Ja. En ik ben echt op pad gegaan om de Sour Patch Guys te zoeken. Maar Sour Patch Kids, ja. Ja, we zitten nu ook met eerste kerstdag, tweede kerstdag, zondag. Dus al die snoepwinkels zijn gesloten. Ja. Dus ik heb met tweede favoriet snoep. Sorry, we nemen dit op 25, tweede kerstdag. 25 tweede kerstdag. Ja. Dus sommige films, die we straks misschien ook gaan bespreken, zijn nog niet uit. Dus je zou kunnen zeggen van, oh ja, die wil ik heel graag zien. En waarom heb je hem niet gekeken? Ja. We hebben nog een x-aantal dagen voor het jaar af. Ja. Dus houd rekening. Dus ik heb Mike en Ike meegenomen, want die vond ik ook best wel lekker. Ja. En die was ook wel best apart. Alleen ik heb deze dan ergens uit de vendingmachine gehaald. En ik heb het gevoel dat hij in het midden helemaal gesmolten is. Die ligt er al 2 jaar. En een grote blok in zit. Moest voelen. Ja, er zitten er een paar lossen in. Ja, maar... Ja, die blok die krijgt... Dus ik wil hem eigenlijk gewoon helemaal opscheuren. Ik denk ook dat, dat het feit dat ze erop drukken ook niet echt helpt. Kijk ook naar de houdbaarheidsdatum dan. Maar daar hebben we helemaal niet naar gekeken. Ja. Anders rijden we straks even terug. Ja, natuurlijk. Naar een onbemande vendingmachine. Trekken we nog eentje eruit? Hè? Jongens. Je trekt ze er gewoon weer Ik ben van plan om gewoon helemaal open te maken. Zodat we het kunnen zien. Nou, dit zit al helemaal vast hier, zie ik. Jongens. Lekker maar. Ja, man. Dus moeten we allemaal... Jezus, er zit gewoon één blok. Even een magnetron hier. Moeten we even allemaal aan één uiteinde beginnen van dat blok. Volgens mij kun je hem zo eruit trekken, al die dingen in één. Ah, nee, dat valt wel mee. Ja. Dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Maar het was super sticky. Dat ook, en super zacht. Ik weet niet. Ja, man. Ja. Zitten we nu met z'n allen naar zo'n doosje Sour Patch Kids te kijken? Niet, You look lonely. Ken je die TikTok, Die Sour Patch Kids, die zitten tenminste nog in een zak in zo'n doos. Maar dit is gewoon gummies geworden of zo. Je ziet gewoon ook... Ja, normaal hebben ze wat hard... Godverdomme. Ze zijn niet lekker, hè? Als ze hebben zo'n harde buitenkant. Deze zeg ik heel gauw weg, want... Het ging van jouw favoriete snack naar jouw minste snack. heb ik een idee. Dit is weer een teleurstelling. van normaal gesproken. Ja. Ik leg hem ook heel veel weg, want dit is... Dat was niet de bedoeling. Nee, dat was niet de bedoeling. Nee. Wat een teleurstelling. Anders, normaal zouden we een beetje gaan snoepen. Of ja, niet, dat klopt. Maar ja, ik weet niet. Ja. Ik moest even snel ergens wat vandaan fixen. Ja. Hebben we nu het minst als favoriete snack eigenlijk al gehoord? Wat was jouw favoriete? Ja, wat van... Mijn favoriete snack. Dat is een goeie. Jij hebt genoten van die pizza's. Nee man, hij heeft genoten van die suikerspin. Suikerspin. Nee, weet je wat ik lekker vond? Je had die eigen box meegenomen. Jij was meer de Japanse kant op gegaan. Ja, jij kon toen niet of zo. Wat was het toen? Ja, ik zat toen in het buitenland. Ja, dat was het. Dus had ik een keer overgenomen. Was vakantie. Ja. Maar wat ik lekker vond was die... je had een keer popcorn met Oreo erin. Ja. Die was lekker. Die hebben we goed gegeten, ja. Die hebben we afgelopen weekend nog gezien. Diezelfde... Ja. Maar niet met Oreo, maar... Sour Patch Kids.
Je had ook popcorn met sourpatch. Ja, popcorn met karamel had je ook. Ja, klopt. Ja. Die had je ook. En die van welk was dat? Niet van Dame, maar die... was die bekende... die? Ja, ik weet welke. Die goudbruine label hebben ze. Ja, die... Huh? Iets met W nog wat. Ja, de... Nou, ik weet het niet meer. Allemaal zitten. Je gaat ook niet googelen. Nee. Oké. Okay. Zo belangrijk is het niet. Ja, ik weet niet. Wacht even. Ja, je gaat wel googelen, by the way. The wet... Caramel. Ja. Candy. Ik ook. Je hebt ook gewoon met Kit Kat. Je hebt van alles. Oh, ja, die Weathers Original. Ja, Weathers Original. Oh, ja. Die ken je wel. Dat zijn die hele bekende karamelsnoepjes, inderdaad. Die kon je toen in Duitsland halen. Ja. Ja. Wat was jouw favoriet? Heb jij nog favoriet? Ik vond die in Mirza's box, die, hoe heet die dingen? Die mochis of zoiets. Mochis. Dat is toch dat zachte... Dat chewy is dat... Is dat deeg of een soort van spek? Nee, het was een rijst van sushi. Rijst, oké. Okay. Een soort van rijstachtig. Van rijst hebben ze een soort van meel gemaakt, dat was het. Ja, vijfgemalen meel was het inderdaad. Ja. Of vijfgemalen rijst was het. En daarmee hadden ze dan... Maar wat voor gelei zat erin dan? Ja, er zat een gelei, maar ik weet niet wat. Die gelei was dan een speciale smaakje. Was er gewoon visrest? Maar... Ja, ik zou het zomaar kunnen, ja. Als we nou gewoon in het algemeen kijken, dus ook met het eten gerecht... Wat vonden jullie dan lekker? Blijf je dan nog op hetzelfde of denk je van... Nee, man. Ja, kijk, die burgers zijn wel gewoon lekker. Ja, toch. Maar bij de burger die had ik toen bijvoorbeeld niet helemaal opgegeten. Want het is gewoon... Je krijgt helemaal van die kaasvingers. Van die kaas ook. Ja, klopt. Of sausvingers. En het was ook... Maar het is wel gewoon lekker. Maar ja, het was ook toen die fase nog dat je zei van... Ja, bioscoop snacks. En toen zei ik van... Ja, dit is best wel kut om te eten in een bioscoop. Ja. Maar het is best wel lekker. Ja, wel lekker. Een pizzapuntje was ook gewoon wel lekker. Maar hebben jullie dat wel eens gedaan? Dat je bijvoorbeeld naar de bioscoop gaat en dat je eigen snack meeneemt in je jas? 100%, ja. Ja, toen ik was student. Ja, zeker. Maar deed je dan ook echt gewoon snoep? Of had je dan ook echt... Mac. Ik heb ook wel eens Mac meegenomen. Mac heb ik nooit meegenomen. In de jaszak en dan helemaal volgooien met die hamburgers. En dan zat je daar gewoon hamburgers te eten. En dan ging je rond schooltijden of zoiets. Ja. Dan was je in Doetinchem. En dan had je je rugzak bij je nog. Hè? En dan lijkt je op een student. Want dan zit hij helemaal vol met eten. Ja, dat klopt. En geen één boek erin. Ik heb wel eens een TikTok-filmpje gezien. Zo'n man die koopt dan bijvoorbeeld schoenen. En wat deed hij dan? Dan ging hij met die schoenendoos. Ging hij alvast naar de auto. Trok hij de schoenen, legde hij ze erin. Daarna ging hij naar de Mac. Kocht hij een compleet menu. Gewoon met friet, hamburgers. En dan in die doos zo, deed hij zo die menu erin. Oh. En dan kom je de bioscoop binnen. Ja, je hebt schoenen bij je. Wat moet hij zeggen, weet je wel? Nee, dat mag er niet in. Ja. Laat me even nieuwe schoenen buiten staan. Ding had het leuk, man. David Dobrik had toen... hadden ze bij een van zijn vrienden hadden ze zo'n 30 centimeter sub aan de dijbeen. Salami aan de andere been. Hadden ze soort van helemaal ingetaped. En dan gewoon te wijde broek, te wijde trui, dit en dat. En dan liepen ze zo de bioscoop binnen. En dan gaan aantikken van, hey, doe mij eens wat te eten. Halen ze gewoon zo'n 30 centimeter sub bij die been vandaan. Zo. Nou, ik had dat toch ook gedaan. De bankzitters hadden dat toch ook gedaan. Ja, met die gingen naar de bioscoop, ook naar de paté. Maar die hadden zo'n hele zak rijsttafel mee. Wij zijn gisteren naar een film geweest. Dat was een Turkse film trouwens. Met drie andere vrienden ben ik geweest. En we hebben altijd één vriend ertussen zitten. Wij zijn niet gebeld. Die nee, heb ik ook niet te zien. Je hebt al 60 Turkse oorlogsfilms. Ik kan ze niet eens meer onderscheiden van elkaar. Ja. Maar we hebben dan altijd één vriend van ons. Die eet eigenlijk weinig. Maar hij bestelt altijd het grootste van het grootste wat hij kan bestellen. Ja. Want hij vindt fijn dat hij gewoon genoeg heeft. Enorme trek. Dus op een gegeven moment, ik had mijn popcorn op. En ligt daar in het bakje. Dus hij pakt zo mijn popcornbakje van zijn eigen bak. Begint hij erover te gieten. Maar het maakt geluid, toch? Ja. Dus hij denkt, oh shit, dit maakt te veel geluid, mensen. Dus hij denkt, ja, laat me zitten. Dus hij legt de mijne terug. Dus die andere twee vrienden langs mij, die denken van... Oh, wacht eens even, als hij wilt, wil ik ook. Zag je nog twee bakken die kant op gaan? En hij zat er van... Ja, ik weet wie je bedoelt. Heel rustig. Ik denk dat ik weet wie je bedoelt. En ik denk... Ja, ik weet bijna wel zeker dat ik weet wie je bedoelt. Hij heeft ook altijd een megabak popcorn, heeft hij. Ja, hij pakt altijd het grootste van de grootste. En dan eet hij twee handjes en dan is het weer klaar voor hem. Ja, klopt. Maar einde van de film zat hij halve bak zat nog gewoon vol, weet je. Dus wij lopen de film uit. Snitch, wil niet eens popcorn delen, dit, dat. Krijg maar zo klein beetje. Ik heb heel vaak, gooit die weg. Ik heb heel vaak dat ik naar de bioscoop ga en dan nog geen avondeten heb gehaald. En dan pak ik een bakje popcorn als avondeten. Ja, maar jij gaat gelijk door van het werk.
Ja, bijvoorbeeld. Maar ik heb ook heel vaak momenten... Ja, we zijn zo vaak in de bioscoop tegenwoordig. Ik eet niet altijd popcorn meer. Maar tenzij ik geen avondeten heb gehad, dan bak ik gewoon een bakje popcorn. Maar anders, als elke keer dat wij naar de bioscoop gaan popcorn gaan eten... Yes. Dat is veel hoor. Maar we hebben soms ook wel eens dat we twee films achter elkaar gaan. Maar eerder gingen we wel eens naar de bioscoop. En dan was je echt 10 weken of zo niet naar de bioscoop gaan. Ja, dan gaan, je bijvoorbeeld. Popcorn. En dan was het gewoon echt nice. Maar nu loop je gewoon die hele kantine afdeling loop je voorbij, man. Ja. Ik kan die popcorn niet meer zien, man. Ik pak altijd een flesje water. Of ik pak een redbulletje als het laat in de avond is en ik ben echt moe. Ik heb wel altijd 2 flesjes. Eentje drinken en eentje water. Ja, ik heb wel, zoals ik zeg, ik heb water en dan bijvoorbeeld een Red Bull of zoiets. Ja. Nou, soms heb ik ook gewoon, of heel vaak heb ik ook gewoon daar gewoon alleen water pakken, man. Het is meer dan genoeg. Ja. Gewoon een beetje dorst te lessen. Hey jongens, dat was een beetje het snacksegment. Laten we gewoon even teruggaan naar de films. Ja, we hebben ook een aantal films besproken. Om even terug te komen op films. Mm-hmm. Ja, indie-films zijn altijd lastig in Nederland. Heel nu lastig. Heb je op een gegeven moment ook een hele hoop films die nog in Nederland moeten uitkomen. Mm-hmm. Afgelopen week hebben we bijvoorbeeld The Holdovers besproken. Yep. Ja. En we hadden toen Big George Foreman. Hadden we besproken, die was ook toch nog niet uit. Die is ook echt super tof, by the way. Zeker. Daar hebben we echt van genoten. Die staat nu ook op Netflix. Dus voor de mensen die het nog willen kijken, hij staat op Netflix. Sisu was ook een dingetje. Sisu, ja. Dat was een beetje de Finse John Wick, Finse toch? Finse John Wick. Er werd heel veel naar uitgekeken. De nazi-killer. Maar dat was super vaag. Want er gingen geruchten rond dat hij op HBO zou komen. Ja. Ondertussen draaide hij al in Finland of zo. Okay. En op een gegeven moment was hij al te zien in Amerika. En in Nederland kwam hij echt gewoon een halfjaartje later of zoiets pas in de bioscoop. Ja. Maar toen hadden wij onze review al opgenomen. Ja, klopt. Het was wel heel weinig bekeken. Ja, dat viel me wel op eigenlijk. Ja, maar het was niet voor de bigger crowd, man. Het was echt gewoon een kleine indie-filmachtig iets. Terwijl hij eigenlijk wel super vet was. Hij was echt super vet eigenlijk, maar helaas. Nog meer vette films, Fast X. Nee. Alsjeblieft, hoor. Oh, je schrok, hè? Ik denk, oh. We gaan wel een... Als je nog Fast and the Furious 1 en 2 had gezegd, had ik het gesnapt. Fast X, gewoon Fast X op zichzelf, wordt wel een trilogy. Dus, Ja, er komt een part 1, 2 en 3 uit, toch? We hebben part 1 al gezien. Die hebben jullie toen besproken met z'n tweeën. Ja, klopt. Met de fam naar Fast X. Kijken jullie naar uit? Naar die andere delen? Ja, weet je wat het is? Je hebt nog deel 1, heb je al gezien. Ja, ik wil wel van deel 2 en 3 wil je dan wel afkijken. Ja, dus stiekem kijk je er wel naar uit. Ja. Maar het heeft niet dat oude Fast and the Furious, weet je, heeft het niet meer. Laatst is wel Fast 1 tot met 6 of zoiets weer op Netflix gekomen. Op Netflix, ja? Ja, maar dat heb ik zo vaak gekeken. Tokyo Drift en zo. Maar die kan je ook Tokyo Drift en zo kan je wel één keer in zoveel tijd weer nog kijken. Ja, maar dat is gewoon leuk. Dat is net als Fast Furious 1, Too Fast the Furious. Maar na Tokyo Drift kwam Fast 4 uit. Mm-hmm. Ja. En dat was gewoon letterlijk 10 jaar later. Dus hebben die Sean hebben ze er weer een soort van in proberen te krijgen. Nee, dat is niet in 4, man. Ja, of in 5. Een van die dingen. Volgens mij is dat 6. Ja, maar dan zit hij als een... Oh ja, sorry. 4 kwam Han weer terug. En in 5 was Han weer dood of zoiets. Ergens in Japan was hij doodgereden. Nee, Fast 4 is toch dat ze allemaal verzamelen en dan die overval gaan doen in, maar in daar Brazilië. Zat Han weer erin. En in 5 was Han dood en dan gingen ze weer terug naar dingen. En toen ging Vin Diesel het einde van Tokyo Drift tegen Sean. Maar ondertussen kijk ik naar Sean. Sean is ook gewoon een dagje ouder geworden. Ja. Dus daar klopt helemaal niks meer van. Je bent in Tokyo, ben je een drift legend, weet je wel. En op een gegeven moment, 3 films later, ben je een of andere gefaalde scientist die maar een beetje aan het experimenteren is met een raketauto. Oh, is Han bedoel je? Nee, maar Han is toch al dood dan? Nee, ik heb het over Sean. Maar Sean die komt niet later terug. Jawel. In welke film komt Sean terug? Sean die komt niet in de allerlaatste, maar in de ene laatste film komt hij terug. Als je weet toch die film? Dat ze met de auto naar de ruimte gaan? Nee, die heb ik niet gekeken. Niet? Nee, maar Sean is die gast van Tokyo Drift, die hoofdkarakter. Ja, weet ik. Die komt terug. Die komt terug op een gegeven moment. Nee, wat een kutfilm. Ja, in dezelfde film waar Han terugkomt. Komt hij ook terug? Waarom komt Han terug? Hij is toch dood? Ja, dat denk jij. Maar ik vind het oprecht... je hebt de allerlaatste al gezien. Dus dat de allerlaatste wel. Maar ja, daar komt hij terug. Nee, maar gewoon zonder kattenkwaad. Vraag je. Zonder gekheid. Ik heb maar tot 5 gekeken. Maar daarna was het ook echt shit. Maar waarom wordt hij steeds slechter? Wat missen ze steeds? Waarom is die magie weg? Zeg maar. Ze hebben een goede start, toch? Ze hebben een heel goede start. Want het gaat echt van straatrezen en kleine bendes. Zijn ze het wordt ook gewoon realistischer, die stunts, toch? Ja, ze zijn een beetje de dingen kwijt, man. Als je met de auto in de ruimte zit te vliegen. Magic. Ja. Want Fast 1 was super nice, al die auto's. Ja, Fast 2 was echt legendary, al die auto's.
Die auto's, die gele Evo van dingen, die is nog steeds gewoon legendary. Die oranje. Die cabrio van Roman Pierce, die legendary. Klopt. Ja, ik weet wel. Tokyo Drift, die 350Z, die is gewoon legendary. En dan ook nog die auto van Han, die met die oranje, die Mona Lisa, die kapot rijdt. Legendary. Daarna Mona heeft Lisa. Die met die oranje en blauwe. Die blauwe en oranje. Ja, en daarna krijgt hij zo'n andere, die oranje. Die RX-7 is dat. Dat is een RX-7 met een dikke bodycat. Die Evo X, die hij daarna krijgt. Die rode. Ja, maar dat is nog steeds. Het Fast and the Furious heb je nog een legendarische auto. Die blijft altijd gewoon legend. Ja, die van Brian. Too Brian, Fast and Furious. Die Nissan Skyline GTR. Die grijze. Met die blauwe strepen. Die is dik. Weet je wat ook legendary is? Ik zag laatst op TikTok. Iemand heeft die nagemaakt. Die Most Wanted. Oh, die BMW M3. Ja. Die is ook goud. Ja, die is lekker. Ja. Maar je kunt altijd in Dames en heren, welkom bij een autopodcast. Deze week. Maar, de autocorner. In Need for Speed kun je altijd... Of die M3 kun je terugvinden. Maar die gooit Need for Speed er zelf in. Maar je kunt auto's kun je bijvoorbeeld tunen, toch? Ja. Dat is gewoon standaard bij Need for Speed. Je kunt ook bijvoorbeeld die stickers wat ze op de auto's plakken... kun je van andere mensen kun je overnemen. En als je dan gaat naar meest populaire... Die auto van Brian, weet je, die Nissan Skyline, als je die selecteert en je gaat naar die stickers, ja, die stickers, wat Brian toen op de auto had, die staat altijd op één. Ja, altijd. Dat klopt, maar die is ook legendary. Dan komt hij aan en dan zit ik op die Nitro en dat is... Ja, dan komt maar als je nu naar kijkt, hij is best wel fucking slecht met die bridge scene en zo. Ja, dat kan nooit. Nee, maar gewoon hoe het ook gewoon gemaakt is qua graphics en visual effects en zo. By the way, die roze auto, die Yuki of zoiets. Ja, van Yuki, ja. Dat is schijnbaar de zusje van Steve Aoki. Nee joh, ja. Serieus? Ja. Oh. Kijken of ze dingen heeft. Het is too fast, was Yuki, furious. Was dat wel Yuki? Ja, ze heet iets van Yuki of zoiets in die film. Hier, Devon Aoki. Ze heet Suki, sorry. Suki. Ja, Devon Aoki is Amerikaanse actrice, Japanse afkomst. Aoki is vader, Rocky is een voormalig Olympisch worstelaar. Voilà, haar moeder, juwelier. Aoki, halfbroer, Steve is DJ. Gek. Toen ze 13 was, werd ze model. Dat is wel grappig. Ja. Ja. voor de rest, wat voor films hebben we nog meer besproken? The Covenant was super nice. The Flash, kijk, dat was een film dat ook een onderdeel van UE. Jij bent daar nog steeds enthousiast over. Heel veel mensen hebben wel van het is een beetje onrealistisch. The Flash? Ja. Ja, maar ik heb... Zijn hoofd is ook heel vaak, bijvoorbeeld bij sommige gedeelten, zijn hoofd is groter dan zijn body bij de visual effects scenes. Ik heb de serie Flash heb ik gewoon vanaf het begin af aan heb ik dat gekeken. Ja. Tot er op een gegeven moment een punt kwam waar... er werd niks aangegeven. Er was geen season final, weet je wel. Zijn ze in één keer gestopt? Gewoon voor een paar weken in één keer. Een paar weken, zelfs een jaar zijn ze in één keer gestopt. Maar dat gebeurt wel bij sommige Amerikaanse series. Ja. Dan is er bijvoorbeeld kerst ertussen. Hebben ze misschien of in 3 weken één kerstspecial. Ja, maar het is ze stoppen gewoon 3 weken, want die schedule wordt omgegooid van tv. Ja. Want die kwam op CW, toch? De Flash. Ja. Dan wordt de schedule omgegooid en dan komen allemaal nieuwe kerstprogramma's of nieuwjaarsprogramma's. Dat kan, maar het kwam een jaar niet. Echt, ik heb heel vaak heb ik weer gekeken van, is er al een nieuwe aflevering? Want hij staat op Netflix. Ja. En, maar wacht. Dat kan ook contractueel zijn, hè? Dat Netflix bijvoorbeeld die series nog niet mag uitzenden. Voor Breaking Bad kwam ook altijd later op dingen. Netflix. Ja, dat kan wel. Maar het was gewoon van, oké, wekelijks komt er een nieuwe aflevering. Ja. We zaten midden in het seizoen. En na aflevering 6 of zo stopte ze het. Jaarlang kwam er niks. En op een gegeven moment, na een maandje of anderhalf maandje, kijk van, is er al nieuw? Dan geef je op. Dan kijk je niet meer verder. Mm. En ik stond, dat was toen voordat we naar de Flash gingen, keek ik weer van, oh, nieuwe aflevering staat erop. Maar toen ben ik afgehaakt, want je bent helemaal uit verhaal. Je hebt er geen zin meer in. Ga jij het zeggen of zeg jij het? Zeg ik het? Zeg jij het maar. Je kijkt een serie toch altijd wanneer alle afleveringen erop staan? Nee, man. Ik ben nog steeds ouderwets. Ik kijk. Oké, cliffhanger. Jij kijkt ook echt op en tv dat je gewoon. De hele, dat je die hele week gewoon wacht. Weet je van, wat gaat er gebeuren? Toen keek ik zo, weet je wel. Nee. Ik vind de nieuwe strategie van Netflix vind ik ook troep. Dat is elke week 1 aflevering. Ik, maar ik wacht gewoon altijd dat alles erop staat. Tenzij we het in een episode of zo moeten bespreken. Ja. Dan is het een ander verhaal. Ja. Maar meestal wacht ik gewoon af. Want anders heb je precies wat jij zegt. Halverwege, dan is het ding. Sowieso vind ik ook... Nog kutter is dat ze die hele seizoen opsplitsen in tweeën. Ja. Dat slaat al helemaal nog erger. De eerste 6 afleveringen komt in januari. De laatste 6 afleveringen komt ergens in augustus. Ja, dan heb je er ook geen zin meer in. Over comebacks gesproken, jongens. Comebacks. Indiana Jones, Mission Impossible. Goh. En Bird Box, kunnen we zeggen. Een soort van comeback. Laten we beginnen met Indiana Jones. Ja, dat was... Ik weet niet eens meer wat ik had. Was wel oké. Was wel oké. Ja. The Dial of Destiny. Was wel oké, maar het was niet de oude dingen. Wel super tof gemaakt met die de-aging. Dat zijn we gewoon wat jonger maakten. Ja, dat was wel leuk, ja. En Mission Impossible, voor het feit dat het 7e deel is, vond ik hem echt tof.
Ik heb geen minuut verveeld. Nou, voor mij een van de beste films van dit jaar eigenlijk. Ja, ik heb, ja, we hebben de afgelopen weekend nog met Merzo over gehad. Ja. Ik heb hem nog niet gekeken, maar hij staat echt boven op mijn lijst. Nee, maar het ik is gewoon... Ik wil hem één deze dagen willen kijken. Nou, ik ook vakantie. Ja, ja. Ja, ja. Met Boek Barcelona, die hebben wij gekeken. Met de ogen dicht. Met de ogen dicht, ja. 2,5 sterren hebben die gegeven. wat was dat voor film, man? Ja. Serie, weet ik het. Nee. Dat was. Die was kut. Hey, Asteroid City was wel nice gemaakt. Heel erg naar uitgekeken. Was heel veel promo voor gemaakt van Wes Anderson. Die hebben wij met z'n tweeën gekeken. Ja, klopt. Er zijn best wel films waar we... niet met z'n allen naartoe zijn gegaan. Ja, maar dit waren nog die fases dat we nog niet in deze setting zaten. Ja. Dat we gewoon met twee man naar een film gingen. Ja, Mission Impossible was ik op vakantie. Volgens mij ook. Ja, dat was in Turkije. Ja. Nou, toen had je Mac 2 gekeken. Ja, ik heb Mac 2 gekeken. Hebben jullie Mac 2 gekeken? Nee, maar ik heb Ik wel, ik wel. Wat vond je ervan? Ja, laten we daar niet over hebben. Als je moet raten... Ja. Bewaar hem voor straks. Straks gaan we naar je persoonlijke top 5. maar dan komt hij nog verder bij niet. Nee, maar over Asteroid City, ja. Daar was ook echt vet veel promotie voor gemaakt. Ja. Weet je, op TikTok en het alles. Het was wel nice gemaakt. Ja. Het was ook wel matig in de zin van het verhaal. Was wel een beetje dingen. Maar het was wel een misschien een nieuwe stijl? Ja, niet een nieuwe stijl. Het is gewoon exact hetzelfde. Wes Anderson symmetrische stijlen. Maar of zijn, is het misschien een beetje magie kwijtgeraakt? Dat zou kunnen. Maar is dat eerder gebeurd? Zeg maar dat een soort van... Ja, op het einde zag je dat het eigenlijk in feite een musical was, toch? Ja, de hele film is het een soort van musical. Ja. In het begin ook. Ik heb dat zelf nooit eerder gezien eigenlijk. Ik weet niet of dat eerder is gemaakt, soort van. Zeg dat nou niet. Plant dan geen idee in zijn hoofd. Ja. Dat nog niet. We hebben toen al gezegd van... We houden niet van musicals. We hebben toen al gezegd van... de Bird Box musical, echt tof. En nu maken ze allemaal musicals. Ja. Nee, dat is niet aan ons. Is niet aan nee, ons. Nee. Oppenheimer, jongens. Oh, ja man. Moet er nog, ik heb hem twee keer gekeken. Ja, twee keer. Je bent een keer met je vader geweest. Ik ben, ik loop die zaal uit. Het was 's ochtends, was ik, weet je wel. En er komt zo'n man, die zo loopt die. Verdomme, is dat niet normaal? Dan een meisje zo van, ze denkt natuurlijk van dat hij bedoelt van echt super tof, niet normaal goed. Maar hij zei zo, oh, geluid is toch niet normaal? En dan mompelend loopt hij door. En een meisje kan er niks aan doen. Waarschijnlijk is de film ook gewoon zo aangeleverd, weet je wel. Ze hebben waarschijnlijk gewoon een volume altijd op nul staan. En dan, of op 100%. In ieder geval staat gewoon standaard. Maar de film wordt op een manier gemixt en gemasterd. En zo wordt hij aangeleverd. Ja. Dan kan zij niks aan doen. Dan kan de bioscoop niks aan doen. Dan kan die man zo, oh, is het niet normaal? Ik sta iets verderop nog even te wachten, weet je wel. En dan komt hij mompelend naast mij zo, oh, is het niet normaal? Is het gek geworden, dat geluid zo hard? Ondertussen is die roltrap al aan het afgaan. Hoor je hem nog steeds? Maar die bang die was wel echt extreem. Ja, man, die ging wel bij de test. Klopt. Ja, moeten we nog veel over zeggen. Oppenheimer, ik denk dat het gaat domineren in heel veel Oscar-lijsten. En heel veel Golden Globes gaat hij pakken. Ja. Ik vind hem nog wel beter dan Barbie, eerlijk gezegd. Ik heb Barbie niet gekeken, om eerlijk te zijn. Barbie moet het echt hebben van het feit... Dat er een goede Barbie-film is gemaakt en het een jeugdsentiment is van iedereen. Ja, maar dat is hetzelfde als bij ons met Super Mario. Ik wil een jeugddingetje. Ja, maar ik wil er ook niet over beginnen. Dat is Johan Derksen, woke shit. Maar het is ook een beetje dat woke gebeuren. Mm-hmm. Dat film draait in principe over hoe perfect je bent als vrouw zijnde. Yeah. Als je zelf je eigen ambitie hebt, dit en dat. En mij doet het niks. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die het wel wat kan doen. Dus daarom wil ik ze ook niet afkraken of wat dan ook. Nee. Maar ik vind Barbie niet de beste film. Van dit jaar. Ik zou zeggen, Oppenheimer in elke dingen domineert hij echt. Ja. Als je het hebt over visual effects, over kostuums. Set misschien, Barbie. Dat is wel super top gedaan, dat water gewoon niet bestaat. Want je hebt toch een Barbie-pop, die drinkt ook geen water, weet je wel. Zwembad is altijd zo'n plastic stickertje, dat soort dingen. Dat is wel nice en zo. Maar dat was ook de enige twee, beetje lachscènes. Margot Robbie, die is dan aan het huilen. En dan zeggen ze, look how ugly I am. En dan dat die voice-over, die narrator, die zegt zo van, ja, het is moeilijk om Margot Robbie in te zetten als je lelijk wilt uitstralen of zo, zegt hij. Dat is misschien een leuk dingetje. Maar ja, buiten dat, het is niet een 5-star movie voor mij. Nee, maar zeg maar dat Barbenheimer, was dat toch iets, Barbenheimer? Ja, maar dat heeft met... Maar heeft dat effect gehad op beide films, zeker, denk je? Zeker, ja, toch? Dat is ook goed uitgemolken. Ja. Want Cillian Murphy ging voor de poster van Barbie staan met een kaartje van het bioscoop. En andersom werd het ook gedaan. Ja. Recent kwam er nog een Variety, Actor on Actor kwam eruit, waarbij die twee met elkaar gaan praten. Maar het is ook gewoon totaal different cultures, weet je wel. Eentje is braaf, de andere is extreem. Weet Zag ik ook. Ze hadden op TikTok hadden ze een filmpje gezet. En ze hadden
met After Effects en zo natuurlijk hadden ze een filmpje bewerkt. Dan zie je allemaal van die meiden zitten dan, die kijken dan Barbie, weet je wel. En de zaal erlangs, kijken ze Oppenheimer. En dan met die scène dat die atoombom ontploft, knalt die hele muur er in één keer uit, weet je wel. Zo, al die mannen hoor je juichen, terwijl je al die meiden zit te huilen tijdens de film. Maar dat heeft wel impact, heel veel impact gehad. Maar het feit dat eentje voor volwassenen is en ander voor jeugd, zorgt er wel voor dat Barbie uiteindelijk meer kon cashen. Ja. Want je kan met je dochtertje naar Barbie. Ja, en bij Oppenheimer kun je je dochtertje of je zoontje niet meenemen. Nee. Ja. Dat is echt voor volwassen audience. Ja, maar hij kon, en ja, gewoon ja, al die cinematografisch en zo, dit en dat. Dan vind ik echt dat Oppenheimer in elke dingen wel domineert. Zeker. Ja. Ik heb ook de screenplay recent gelezen. En als je de screenplay leest, echt bizar hoe hij het in elkaar heeft gezet. Dat je het verhaal volgt en dan Strauss wantrouwt en dan blijkt dat Strauss erachter te zitten. En de enige probleem van Strauss was dat Oppenheimer een beetje te hoog in zijn bol is gaan zitten. En Strauss dacht van, oh, ze gaan mij eruit zetten omdat ik niks over science weet. En dat het uiteindelijk allemaal gewoon een dick measurement contest is. Zoals het om even bruut te zeggen. Van wie is de grootste scientist en wie heeft het meeste macht. Ja. Maar ja, Oppenheimer, echt super tof film, zoals ik zeg. Ik weet niet of hij in Nederland ook nog gaat terugkeren, maar in Amerika gaat hij in ieder geval terug in 70 mm IMAX in de bioscopen. Blue Beetle hebben we gekeken. Ja, man. DCU, E. Ik vond hem wel matig. Teenage Mutant Ninja Turtles, die vond ik leuk. Die heb ik ook niet gekeken. Dat was ook in de zomervakantie. Dat was echt een soort van jeugdsentiment weer herleefd met Seth Rogen. Blue Beetle vond ik wel een goede, man. Ja, om terug te komen Blue Beetle. Ik vond hem best wel oké. Dat was ook niet slecht, maar weet jij, het was ook niet voor mij niet. Had je meer verwacht? Ik had meer verwacht misschien, inderdaad. Ja. Ja, maar het is nog een, weet je, het is net als Black Panther in het begin, weet je. Het is gewoon een introductie van de superheld nog. Want het is echt de allereerste film van Blue Beetle. Ja. In deze era, in ieder geval. Ja. Volgens mij zijn er wel oudere films. Even kijken, hoor. Sorry, ik ben even... ja, maar ik zie Talk To Me niet in het lijstje. Die mist dan. Talk To Me vond ik ook echt tof. Dat was... Is dat met die hand? Met die hand, ja. Oh, ja. Van de regisseurs. Van die horrorfilm. Ja, maar dat is tof. Dat zijn van die YouTubers. Die heten Raka Raka. En die hebben dan een eigen film mogen maken uiteindelijk voor A24. Ja. En A24 ook vond ik goed. Ik zag laatst nog dat ze Death Stranding gaan maken, de film. Gebaseerd op de game van Hideo Kojima. Gruwelijk. Maar dat is die film inderdaad met die hand. Dat je zo in dingen... Ik vond het wel wat anders dan een standaard horrorfilm. Ja, klopt. Dus ik vond hem echt tof. Haunting in Venice. Wat vonden jullie daarvan? Wat leuk, hè? Haunting in Venice. Die heb ik voor jou helemaal verpest, volgens mij. Dat was... ik weet niet. Ik vond hem niet echt super of zo. Verpest voor mij? Ja, omdat ik... Wat was dat bij jou? Want ik ga in mijn hoofd gaat alles linkjes leggen, weet je wel? Oh, ja. Ah, jongen. Gaat hij dan tijdens de film? Nee, gaat hij tijdens de film al, weet je wel? Maar je hebt al dat idee, weet je wel? Van, oké, dit gaat gebeuren, dat gaat gebeuren. En dan zit hij... Ja. Nee, niet per se. Nee, niet zo. Nee, ja, niet maar, die heeft daarmee wat ik zeg, die appel die komt terug. Ik zeg bijvoorbeeld, let op die appel. Ja. Weet je wel, dat. Die appel die komt terug. Ik zeg, let op honing. Weet je wel? Ja. En dan later blijkt het allemaal gewoon dingen te zijn. Dat was toch een soort van Cluedo, toch? Ja. Beetje precies. Maar wel altijd leuk. Knives Out vond ik ook echt super tof, daarom. Maar ja, je hebt Haunting in Venice, heb je ook Death on the Nile, volgens mij, en Murder on the Orient Express. Ja, klopt. Ja, kan Expendables 4. Millennium Films, Millennium Productions. Hebben we uitgebracht, man. Even serieus. Ja. Uitgebracht? Oké, maar dat ze überhaupt met die green screen, goh, weet je wel, die scène aan het einde van de boot... Dat is heavy, ja. Dat die hele... Dan denk ik bij mezelf, je kunt toch wel gewoon even iemand op dak neerzetten met een rail die naar beneden kijkt. Hey, zit je nou mijn quotes te nakken, jongen? Ja, dat zei jij toen. Nee, maar dat klopt ook, weet je. Jij was echt niet de enige die dat dacht, nee, hoor. Maar het is wel echt, ja, inderdaad, allemaal uit proportie, soort van, weet je wel. Het is gewoon veel te groot voor die poot en dit en dat. Maar dit jaar is sowieso weer een jaar van... afraffelen en zoveel mogelijk cashen. Maar dit was ook de laatste waar Sylvester Stallone toch in speelt? Ik hoop dat het de laatste film is. Ja, dat was het wel, ja. Niet per se van Sylvester Stallone, maar gewoon van Expendable reeks de laatste is. The Creator was super tof. Creator was goed, ja. Dat was misschien een van de betere bekeken TikToks van ons, hè? Die had random een keer 30.000 views of zoiets. Maar dat kan wel. Ja, die gingen best wel lekker views pakken. En dat ging over de FX3-camera die ze hebben gebruikt voor de film. Ja. Camera van 4.000 euro.
En krijgen we dan gelijk weer commentaar van... Ja, maar de lens ook. Ja, maar vriend, ik maak een clipje van een minuut. De uitleg die volgt nog. Maar die zie jij niet. Nou, hoe moet je naar de aflevering komen? Ja. Dan weet je niet hoe clickbait werkt. Ja, ik weet wel wat Mirza zijn favoriete film was dit jaar. Ik zit mezelf helemaal op te vreten. Avatar. Ja, maar dat was die hebben we niet besproken. Was dat dit jaar? Nee, die hebben we niet besproken nog. Avatar was 2022, man. Niet 23. Maar die vond Mirza geweldig, ja. Die hadden we, die, daar hadden we het over die gehad. Die hebben we wel besproken, man. Jawel, maar gewoon niet per se in de dingen setting. In de nieuwe setting waar we de nieuwste films bespreken. Ja. We zeiden wel van, oh ja, we zijn wel naar Avatar geweest. Klopt. Mirza heeft een uurtje gekeken en daarna zat hij... Die was ook best wel leuk bekeken op TikTok. Ja. Ja. En we hebben ook dit jaar best wel... TikTok hebben we een beetje opgepakt. Ja, man. Mm. Klopt. Want daarvoor deden we niet zo... Ja, deden we wel wat, maar niet echt serieus nemend en zo dit en dat. Ja, TikTok worden we nu wel gewoon oké bekeken. TikTok is ook een beetje dying, in de zin van mensen, het bestaat nu, soort van. Ja. En het is niet meer iets nieuws, waardoor mensen heel vaak wel kijken, of favorieten doen, maar niet liken, of liken, niet favorieten doen, maar wel gewoon alles van jou liken als ze iets zien, maar jou niet volgen. Juist. Ja. Dus dat soort dingen. Wat ik jammer vind van TikTok is, als je iets volgt, vroeger kwam het nog bij For You pagina's. Ja, dat filmpjes. Zie je tegenwoordig niet meer. Die, als je ze volgt, moet je echt naar volgend gaan. Weet je? Klopt. Want vroeger had je nog, dan kreeg je die filmpjes, dat vond je dan leuk. En af en toe kwam er dan een nieuw filmpje met ongeveer hetzelfde stijl, weet je? Ja. Toen bleef het leuk. Maar nu, ik ben aan het scrollen, weet je wel, en ik sta echt te kijken van, wat is dit, joh? Wat krijg ik? Ja. Dan denk ik bij mezelf, ja, lekker boeiend, joh. Ik wil gewoon die filmpjes zien die ik wel volg. En filmpjes wat daar gerelateerd zijn. Ja, maar als ik naar voor mijn pagina ga, krijg ik gewoon alleen maar Nederlands filmpjes. Ja, For You bedoel ja, for you. Ja, daarom moet je naar je volgende dat pagina. Is voorgesteld. Ja, maar dat is het. Als ik dan naar mijn volgend ga, dan krijg ik niks nieuws meer ertussen. Ja, maar dan heb je alles al bekeken van, van de pagina's die je volgt. Nee, ik bedoel geen nieuwe pagina's, weet je wel. Ja, maar, die een beetje gerelateerd zijn daaraan. Ja, maar dan ga je eerst die kijken, daarna die kijken. Maar volgens mij kun je dat in de app aanpassen. Volgens mij kan je ervoor zorgen dat die daar vallen. Of je kan ook schijnbaar je hele algoritme resetten. Oh, echt? Nog. En nog bizarre is, ik kwam er laatst achter. Je kan dus tot 2 uur aan content downloaden, zodat je in een vliegtuig TikToks kan kijken. Ja, joh, ga weg. TikTok aan twee uur, weet je wel? Serieus? Ja. Maar gewoon download je nog vooruit of zo? Ja, dan download die For You page tot 200 video's vooruit. Dus die je nog niet hebt gezien? 700 MB kost het ongeveer. Ja. En dan kan je gewoon in het vliegtuig 2 uur lang TikToks kijken die je nog niet hebt gezien. Echt waar. Ja. Gaat weer nergens. Ja. Hey, laten we snel doorgaan, man. Want we komen nu wat dichterbij in de huidige tijdperk van ons. Edit on Your Fall was super toffe film. Killers of the Flower Moon. Super nice. Super film, man. Echt geweldig. 5 stars hebben we hem ook gegeven. Ja. En Halloween special hadden we. De 31ste. Scream, Paranormal Activity en It. Ja. Heb je nog Scream Paranormal Activity gekeken? Dat is chronologisch volgorde. Nee. Wij luisteren nooit naar jou. Five Nights at Freddy's. The Killer was super tof. The Killer was super tof. Niet gezien. The Killer, wat? Welke was The Killer? Van Michael Fassbender, van David Fincher. Ik heb zoveel want hij staat nu wel op Netflix. Hij staat nu op Netflix. Ja. Ja, maar die stond binnen 3 weken al op Netflix. Ja, ik weet het al. Hardcore Never Dies. God, die was lachen. Die was echt nice. Die staat nu ook op dingen. Ja. The Hunger Games. Ja man, die was ook nice. Die was nice, maar die was wel te musical-achtig voor mij. Nou, niet te... Ja, ze begonnen wel weer met zingen en zo. Ja, maar ze hadden... is niet zo overdreven. Man. Wonka was nog erger. Ze hadden bij Hunger Games hadden ze wel 1 liedje dat bekend was, toch? Bij de originele... En met die fluit. Nee, dat was gewoon echt een... Ja, maar daar had een liedje bij, toch? Maar die had ook gewoon echt een liedje of zoiets, toch? Wat ze daar zongen. Ik ga niet meer. Want ik denk dat ze dat... Want dat is een beetje aangeslagen op de crowd. En dat ze daarom denken van... Weet je wat, we gaan deze hele film vol met muziek stoppen. Uiteindelijk, hoeveel liedjes ken je van een nieuwe film? Nul. Ik blijf het zeggen, jongen. High School Musical. We're all in this together. Ik heb het nooit gekeken. Sinds de laatste aflevering nog steeds niet gekeken. Maar ik ken alle liedjes wel. De Marvels. De Marvels ga ik niet over beginnen. Amsterdam hebben we naar gekeken. Ja. By the way, recent... is er ook naar buiten gekomen dat Amsterdam Script finally af is. Yeah. Amsterdam 2. Gek, Amsterdam 2 gaat binnenkort in productie. Lekker, maar de vraag is, gaat hij echt in productie? Want we kennen Dick Maas inmiddels. Ja. Dat is ook nog een vraag. Ik ga er niet even snel doorheen, want we willen ook onze persoonlijke lijstjes. Napoleon. Ja. Goud. Good Burgers 2. Godzilla Minus 1. Ja, super tof. Als je hem nog niet hebt gezien, ga hem checken. Hij draait nog steeds, hè? Nu is goed. Dingen? Oh, kan kloppen. Ja, maar dit is ook... Ja, wanneer is het? Dit is december, maand. De maat van mij die vroeg laatst, hij zegt, heb je die gezien? Is die goed? Silent Night, matig. Wonka. Oké. Okay. Wow. Hey, The Holdovers. Als je hem niet hebt gezien,
Ga binnenkort naar de bioscoop. Mm-hmm. Want wanneer het uitkomt, de 30ste. Volgens mij 5 dagen daarna komt hij in de bioscoop. Gaan we checken. Misschien iets te laat voor kerst. Maar je doet het er maar mee. Ja, zeker. Ja, dat is een beetje eigenlijk alles wat we hebben besproken. Ja. In dit jaar, in de format waar we nu een beetje zitten. We hebben natuurlijk Scream 6 een keertje opgenomen. Maar die was als reel te beluisteren. Oh ja, ja. Die was ook nice. Die is ook helemaal uit elkaar gevallen schijnbaar. De main two characters zijn eruit. De hoofdrolspeler is eruit. En daarna Jenna Ortega zei van Wednesday 2 opnames zijn begonnen vanwege de stakingen. Oh ja, klopt. Uitgesteld en noem het maar op. Toen zei de regisseur, fuck it. Ik trek mijn stekker uit. Ik ga weg. Hij is ook weggegaan. En nu, net voordat het zou moeten beginnen met opnemen, is het gewoon helemaal uit elkaar gevallen. Nou ja, hoezo jammer, jongens. Ze gaan sowieso weer iets verzinnen. Ja, tuurlijk. Jij wilde gewoon Jenna Ortega weer zien. Dat is het. Ze is gewoon een hele knappe vrouw. Ze is volgens mij top 5. Ze is vijfde in de mooiste vrouwen dit jaar uit Hollywood. Dat mag ook wel. Ik vond haar heel goed, hoor. In Wednesday. Rustig aan. Ik zeg ook je wat. Jezus. Ik zeg alleen mag ook wel. Ik zeg helemaal niks meer. Laat maar zitten. Gaat de hele jaar al zo door. Ja. Hey, nee, sorry, Akan. Ik ga het nieuwe jaar. We komen straks op Polymus. Die wil ik horen. Ja. Nee, we gaan naar onze eigen lijstje. Eigen lijstjes. Yes? Ja. Ja, er zijn ook een hele hoop films uitgekomen los van de afleveringen. We hebben natuurlijk heel veel al bekeken en besproken. Staan ook op onze Letterboxd. Maar ik denk dat jullie ook misschien een persoonlijk lijstje hebben met favorieten, jongens. Brand los. Nou, weet je wat het is? Ik, om eerlijk te zijn, dat is ook een van mijn voornemens, hoor. Dat ik wel wat meer films zou moeten kijken. Los van wat we bespreken. Wat we bespreken. Man, dat heb ik ook. Ik denk dat van... Ja, we kijken ook soms best wel veel. Hè? We kijken soms 2 films en een hele seizoen. Ja, in 2 weken. Nee, maar van, zeg maar van ons 3 denk ik dat ik de minste kijk qua naast de films. Dus dat is wel een voornemen voor mij. Ik roep heel mooi ja, weet je wel. Ja, nee, maar dat weet ik ook. Dat weet ik ook gewoon. Dus wat je zei, die we niet hebben besproken, laat ik dan zeggen wat we wel hebben besproken. Een van de beste films voor mij persoonlijk... Equalizer 3, man. Echt? Ja, wel een lijstje. Equalizer 3 vond ik best wel chill. Want wat hebben we voor Equalizer van cijfer gegeven? Weet ik niet. Ik vond het best wel nice of zo, op een of andere manier. Het was weer die... Gewoon lekker of zo. Even kijken. Oh. Ja, ga ondertussen even door. Ik ga even die cijfer opzoeken. Ja. Doe dat maar even. Equalizer 3. The Covenant... The Covenant. The Covenant, sorry. Guy Ritchie's The Covenant. Ja, die hebben we inderdaad aangehaald. Ja, die was ook echt super tof. Die staat nu ook op Amazon Prime, voor mensen die willen kijken. Ja. Mission Impossible heb ik. Equalizer 3,5, by the way. Ja. Ah, dat is prima. Mission Impossible, die vond ik echt super vet. Ik kan ook niet wachten tot die part 2 weer komt. Ja, want het is een tweeluikje. Ja, die komt, wel jammer genoeg, 23 mei 2025. Ja, we hebben intussen ook een... de baardplaat los. We hebben intussen ook een staking gehad. Inderdaad, dus heel veel is uitgesteld. Ja. En we hadden het net ook over Blue Beetle, maar ik vond hem... Kijk, weet je wat het is? Ik ben ook niet van de... DCU's en DC, Marvel, dat soort dingetjes. Maar ik vond dat Blue Beetle wel een soort van... instapfilm, kan ik dat zeggen? Ja. Dat vond ik echt lekker. Ja. Ik vond hem echt leuk. Maar het is nog geen DCU, hè? Dit is nog geen Extended Universe. Nee, maar ik ben daar gewoon niet zo van die superheldenfilms, dat soort dingen. Maar deze vond ik echt leuk om te kijken. Ja. En dat is een beetje... Ja, natuurlijk Oppenheimer vond ik ook top, man. Zeker. Ja. Dat soort dingetjes. All-Stars en Zonen heb ik gekeken. Vond je tof? Ja, best wel, ja. Nu nieuwe Rundfunk-serie. Die heb ik nog niet gekeken, man. Doekoe en nog wat. Hij is best wel geinig. Ja? Ja, hij is best wel geinig. Ja. Is wel weer leuk. Die is nu al in bezig. Maar hun hebben zo'n aparte humor. Dat, we hebben een aparte humor. Ja, dat is leuk. En een beetje lak aan de mening. Ik heb laatst paar van die clipjes teruggekeken. Maar ik kwam er weer voorbij op YouTube. Nou, er zaten soms scènes in, weet je wel, dat hij die jongen erop geeft. Hoe heet die rode Harry of zo? Die moet je geen drop geven, want die stopt alles in zijn kont. Ja, maar dat is zo in die scène met die drop. Maar dat is die school, variant. Ze hebben nu dus weer variant Duco en nog wat dat ze acteurs willen worden. Okay. En dat is dan ook gewoon weer dezelfde soort humor inderdaad, net als dat. Dan loopt heel de zo'n man bijvoorbeeld naakt rond, weet je wel? En de eentje is zo vol van zichzelf en die vindt zichzelf helemaal geweldig. En dan, maar ik kan wel eerst een stukje vertellen, dat is wel geinig. En dan komt hij zo naar binnen, is hij aan het klagen bij de vader en de moeder.
En dan komt er weer een random vrouw naar beneden en zegt hij: goedemorgen mama. En dan geeft hij een kussen op de mond. En die geeft dan de man een kus op de mond. En dan die vrouw een kus op de mond. En dan denk je, what the fuck? En dan komt er nog eentje naar beneden en dan zegt hij: goedemorgen papa. En dan die geven elkaar ook weer allemaal een kus op de mond. En dan komt er weer een man naar beneden: goedemorgen papa. En dan geeft hij weer iedereen een kus op de mond. En dan zitten daar 10 papa's en mama's of zoiets beneden in de woonkamer. Die elkaar allemaal een zoen geven. Ja, dat is weer zo'n echt droge humor, man. Nee, die gasten hebben geweldig humor. Waar ik mijn lijstje mee af wil sleutelen is een film waarbij ik dacht van, dit wordt niks. En uiteindelijk me echt verrast heeft. Oppenheimer. Nee, nee. Daar ging ik met jou en nog een andere vriend gingen we daar naartoe. En Anatomy of a Fall. Ja. Want ik had daar echt, om eerlijk te zijn, helemaal geen zin in. En met Kavi gingen we daar naartoe. Ja, met Kavi. Hallo en... Kavi. En ik dacht, ja, weet ik veel. Dat zo weer. Want het was een Zweedse film. Of wat was het? Frans? Frans. Ja. Wat zou dit zijn? En het is nog niet echt zo bekend of zo. Ja, wel het Cannes Filmfestival gewonnen. Ja, de Pandora. Dat dan wel weer. Ja. Maar echt verrast. Echt superfilm. Ja. Ja. Heb je nog een lijstje? Ik heb zeer zeker een lijstje. Nou, mijn lijstje is die ook alweer gelijk waarvan ik hou. Dus bij mij staat ver bovenaan staat gewoon Spider-Man. Die was echt tof. Spider-Man was echt tof. Vet. Dat was, wat je net ook al zei, de eerste film die we 5 sterren hebben gegeven. De eerste van Spider-Man was nice. Ja. Nu is het weer nice in de zin van animatie en zo. Maar ook gewoon nu besef je pas dat Miles eigenlijk niet mag bestaan of zo. Weet je wel? Dat dan alles valt in elkaar. Klopt. Zo nice gemaakt. Maar ga door, sorry. En op 2 heb ik Oppenheimer. Oppenheimer vond ik ook echt heel goed. En terwijl dat niet echt een film voor mij is. Want er zit heel veel dialoog in. En ik hou meer van... Weet je, meer actie. Weet je wel? Of gewoon als het drama is, gewoon die drama gooi maar vol. Weet je wel? Clichés. Maar echt met dat heel veel gepraat. Ik dwaal dan heel snel af altijd. Ja. Oppenheimer is wel een moeilijk film om te volgen. Ja. Maar ik vond hem echt interessant. En ook gewoon echt leuk. Ja, maar dan gaat... Oppenheimer is lastig om te volgen in de zin van... je hebt Atomic Energy... Union en weet je wel, als je Engels, maar als je Engels een beetje dingen is, dan wordt die al lastiger en dan beginnen ze denk ik, uranium en waterbommen, H-bom, E-bom en noem het maar op, dan wordt het wel lastiger om te volgen inderdaad. Ja. Gelukkig hebben we subtitels. Scheelt. Zelfs de scène waar die Nederlands aan het praten is. Dat is Duits. Ik mag niet slag leiden. ik weet niet of dat Nederlands kon noemen. Nee, inderdaad. Wel sick van Oppenheimer zelf, dat hij gewoon echt Nederlands heeft geleerd van half semester. Robbie, die komt zo. Hij zegt Robbie. Zo, ja, dat is die dingen. Hij zegt zo, hey, ik ben Engels, dus als je iets niet uitkomt, kan aan mij vragen. Begint Oppenheimer in één keer Nederlands te lullen. Hey, zo, what the fuck? En dan heb ik op 3 heb ik Blue Beetle staan, man. Ja. Dus, jij maakt een switch. Ik ben rustig aan het overstappen, ja. Maar ik je hebt niks, je hebt van tot nu toe maar niks uit de Marvel Universe. Je hebt Spider-Man, dat is Sony. Dat is niet van de Marvel Universe. Nee, Sony. Dat is van Sony, inderdaad. Is van Sony. Ja, en dan komt nummer 4. Dat is ook DC weer. Oei. Die film die hebben we nog niet besproken. Dat komt volgende week. Aquaman. Ik ben wel een beetje shocked dat die in je top 5 zit. Nee, man. Ik vind Aquaman vond ik echt goed. Oké. Nou, dan ligt onze mening nu ook al op straat voor de volgende aflevering. Maar, En op 5 heb ik de Hunger Games. De Hunger Games. Oké. Ja, de Hunger Games was, zoals ik zeg, een beetje oké, maar dat was wel een beetje een musical. Too much. Ja. Hebben jullie nog wel matige films? Matige films. Zullen we eens beginnen? Ga je maar door. Ik heb het niet op Expendables 4 mag niet. Ah, nou, dan gaat hij wel. Nou, Silent Night was die was echt matig. Silent Night van die niks. Was echt een teleurstelling. Die was in een vorige aflevering van ons besproken nog. Hè? Ja, vorige. Ja. Oh nee, de holdovers zijn daarvoor. Inderdaad. Ik vond You Got Mail vond ik leuker dan Silent Night. You Got Mail was wel oké, lekker zondagochtend. Gewoon zondagochtend filmpje. Vond ik toch gewoon. Filmpje zegt hij. Dus even rustig. Tom Hanks vriend. Ja. Zondagochtend film. Motion dan, picture. Heb ik er wel nog één? Ja, ja. Expendables 4. Ja. Mag niet, maar ik zeg het toch. Ja, zeg maar gewoon. Uit volle borst. Expendables 4. Vond ik dramatisch. En ik heb er nog één. Ik kom even niet op zijn naam. Die hadden we ook heel laag gegeven. Ik heb er ook nog een paar hoor. Mag ik die even noemen? Ja, ga jij gang. Ja, ik ga misschien mensen gaan nu boos worden. Maar ik had er totaal echt niks mee. Paint. Five Nights at Freddy's. Oh, dat is wel oké. Ja, precies. Maar ik had er niks mee of zo, op een of andere manier. Ik heb Paint in mijn slechte lijstje. Paint? Dat zou een Bob Ross dingen moeten zijn. Oh ja. Dat was een kutfilm, was dat. Ja.
Hadden we wat meer van verwacht, ja. De Continental. Ik vond die serie. Echt, ja, de serie. Oh, sorry, ja. Ja. De John Wick spin-off, ja, toch? Ja, die vond ik ook niet echt... Ja, dat kan ik wel vinden, ja. Maar John Wick 4, wat vond ik daarvan? Was die dit jaar uitgekomen? Ja, ja, die was dit jaar. Die was nog wel oké, man. Ja, die was nog wel oké. Het is wel uitgemolken. Ik denk dat mijn mening in principe wel een beetje duidelijk is. Dat ik uitgemolken concept heb. Maar ze hebben zichzelf wel weer overtroffen, weet je wel. Ten opzichte van de vorige. Dus... maar ik hoef het niet nog een keer te zien. Nee, klopt. Heb je hem al gevonden? Maar er komt wel een nieuwe. Dat is nu een hele universe, toch? Dus John Wick 5 komt. De Ballerina komt. Oh, ja, de Continental was inderdaad uitgekomen. Ja. Dus maak je borst maar nat. Oh, ja, de Continental, dat is voor mij een beetje echt het grootste drama. Soort van. Ik had er heel veel van gehoopt, laat ik het zo zeggen. En dan is hij extra teleurstellend. Kut, ja, dat dus. Ik weet niet of Haken nog een paar heeft. Iets... Okay. I know what you did last summer. Is zeer bekend. Maar skip hem. Ik heb dingen ook nog van ziek nu. In mijn eigen lijstje. White Man Can't Jump. Die was echt trash. Ja, met jammer. Jack Harlow. Jammer, ja. Aan de andere kant was ook een beetje te verwachten. The Changeling vond ik ook matig, man. Ik had uitgekeken naar The Changeling. Was een Apple TV-series. Die heb ik volgens mij wel gezien, man. Maar ja, die hebben wij inderdaad ook besproken. Denk hoor. Ja, weet je, het was zo kut. Waar ging die over? Ja, ik weet niet meer. Ja, de Tatas was kut. Mijn zusje zei laatst... Bro, zullen we naar de Tatas? Ja, zei nee. Ik zo, skip! Spy Kids Armageddon was kut. Ja? Ja. Equalizer heb ik best wel laag gegeven. Oh, ik zie trouwens een film staan die ik ook wel best wel goed vond. Waar zie je een film staan? Achter mij. Achter jezelf. The Pianist. The Pianist. Ja, maar we kijken. Ja, de film is wat dit jaar een beetje is uitgekomen. The Pianist is niet dit jaar uitgekomen. Ik heb ook heel veel. Ik heb schijnbaar 361 films gekeken dit jaar. Zo. Los van alle series. Dat is gewoon een soort van. Los van alle series. Dat is film per dag, toch? Serie. Soort van. Bijna. Ja, maar ik had soms dagen dat ik gewoon 3 keek of zo. Ja. Wij gingen ook heel vaak naar de bioscoop voor 2 films tegelijk. Zo, alsjeblieft wel op. Ja, dat is ook zo. Wat was nou de beste serie die je dit jaar hebt gekeken? Beef. Beef? A24 serie Beef op Netflix. Meestal van jou? Geen idee. Mag ik Beef nog toelichten? Als je Beef nog niet hebt gezien, ga Beef kijken, man. Beef is echt nice. Waar gaat het om? Het gaat over een heel simpel concept. Beef. Precies. Op een parkeerplaats. Hebben ze beef. Komen ze elkaar tegen. Eentje snijdt de ander af. Boos, dit en dat. En dan die pakt hem terug. Die pakt zus. Die pakt haar weer terug. Weet je wel, de hele tijd over en weer. En dan, het is wel echt leuk om naar te kijken. Want tension builds up. Gewoon hele 8 afleveringen door. Wordt alleen maar opgebouwd. Die spanning, weet je wel. En dan denk je van, die gaan elkaar nu doodschieten, weet je wel. En dan weer een schepje bovenop. Ja, nu je het zo verteld. Het doet me denken aan een film, waarvan ik weet niet of het een short movie is, of het echt een lange film is. Maar ik heb hem wel eens op internet voorbij zien komen. Dat is een, althans, ik zie dan kleine stukjes. Het gaat over een donkere man, die zit dan in een winkel. Die is boodschappen aan het doen. En die heeft zo'n klein speeltje in de hand. En dan wijst hij minder naar het kind, weet je wel. Gaat ze een beetje spelen. Kind moet lachen. Schiet een kind dood. Wat? Nee. En op een gegeven moment draait die vader van die kind om. Maar dat is gewoon zo'n neonazi-gast, weet je wel. Hij zegt zo, wat doe je met mijn kind, weet je wel. Ben je zo vuile flikker en dat. Nou. Is dat toevallig een film met Daniel Radcliffe? Hebben we die gezien op TikTok? Dan gaat hij geïnfiltreerd bij van die neonaties en zo. En dan komt hij zijn oude bekende tegen en dan scheldt hij hem helemaal uit. En zo. Maar dus die man die loopt op een gegeven moment naar zijn auto op de parkeerplaats. En die wordt helemaal in de kaag geslagen. Maar die donkere man, dat is gewoon, die zit bij zo'n bende, weet je wel, zo'n gang. En die andere is dan neonatie. En op een gegeven moment ontvoeren ze die man. Die donkere man in de kaag staat. En dan gaan ze hem helemaal zwart tatoeëren. Dat hij compleet zwart is. En dan laat ze hem weer los. Gaat hij naar zijn huis. Dus die vrouw die denkt, oh, er staat een donkere staat dan voor mijn deur, weet je wel. En die pakt zo'n geweer en schiet zo de eigen man dood. Ik weet niet of het van een film is of een short movie is, maar... Dat heb je gedroomd. Doe me een beetje denken aan die film waar jij over had. Jij droomt alleen maar over stereotypes, hè? Dat is het. Ja, sowieso. Ik ben zelf ook zwaar stereotype, ja. Ja, maar wel echt een cliché. Maar, dat zijn helemaal zwart te tweren en dan wordt hij toevallig weer doodschoten. Ja. Maar Beef... Gaat Beef daar dus over een beetje? Nee. Hoe denk je aan Beef en aan Beef? Ja, weet je wel, op parkeerplaats, ruzie met elkaar. Toen kwam die film in een keer Waarom denk je niet aan Silent Night? Daar kwam die heroïnewijf ook op parkeerplaats tegen. Wauw. En The Bear Season 2 was een goede serie, man. The Bear. The Bear. Bear Season 1 was super tof. Was met die keuken. Ja. 2 vond ik iets minder.
Maar ik, twee, aan het einde hebben ze dus wel, het gaat allemaal succesvol, weet je wel. Dat maakt het wat minder. Bij de ene zag je echt de struggle. Alleen aan het einde van twee hebben ze dan het restaurant. Maar het loopt weer helemaal fataal uit de hand. Maar laatst hadden ze dus erover, Jeremy White Allen, die zei van, er komt een seizoen 3 aan. Dat was al wel bekend. Maar hij zegt, we gaan weer terug. Ja. Maar dan snap ik aan het einde van seizoen 2 ook, want dat het helemaal misloopt in die luxe restaurant. Dus dan gaan ze weer terug naar zo'n klote set waar alles weer uit elkaar valt. Als ze daar naartoe terug gaan, dan vind ik het echt super tof. Dat is ook gelijk even de serie waar ik naar uitkijk in het nieuwe jaar. Ja, en ik heb ook heel veel goede films gekeken, man. Past Lives, Oppenheimer, Napoleon, Dream Scenario van Nicolas Cage. Die moet nog in Nederland uitkomen. Maestro. Onze favoriete serie van het jaar. Io Capitano. Drie kwartier verder heb ik alweer over films. Nee. Luister eens. Io Capitano. Ja, maar dan vroeg ik weet niet of die Nederland vroeg je favoriete serie van dit jaar. We hebben het alweer over films. Ja, maar ik kijk niet zoveel series, man. Ja. Wat vond je van Ferry dan? Ferrybo, man. Ja, daar komt dus een nieuwe serie weer aan, man. Het is een beetje zo'n rare soepje geworden. Ja, serie, film, serie. Maar ik vind hem best oké van dit jaar. Hij was wel goed. Ja. Maar luister, Io Capitano, die moet nog uitkomen. De Captain in het Engels gaat over twee broers die uit Dakar als vluchteling naar Europa komen. Super tof film. Die moet in Nederland nog uitkomen, of die komt nog uit. En dat hebben we fall, May December. Wat heb ik nog meer in mijn lijstje? The Covenant. Man Called Otto. Nee. Hey, is dit nog dit jaar? All Quiet on the Western Front? Volgens mij niet, toch? Ken je die niet? Nee, man. All Quiet on the Western Front. Godzilla Minus One was super tof. Ja, man, die was ook goed. Wat heb ik nog meer in mijn lijstje? Wat beetje Spider-Man vond ik tof. Wat was jouw favoriete serie? Ik ben nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar, toch? Of van ver weg. Nee. Oren onderbrak je net. Ik ben niet klaar, jongens. Ja, als we gaan wachten tot jij klaar bent, zitten we hier over een uur nog. Een special aflevering, 3+ uur. Yeah, Priscilla was nice. Ja. Saltburn was nice. Okay. The Boy and the Heron gaan we binnenkort naartoe. Mm-hmm. Binnenkort. Max Calls Wins komt binnenkort uit. Gaan we naar binnenkort naartoe? Of? Ja, dat zegt hij. We gaan er binnenkort naartoe. Oké, binnenkort. Heel erg binnenkort. Ja, en nog een hele hoop, man. Ik heb 361 films. Ik ga er niet helemaal doorheen. Ja, dat bedoel ik. Als we daar doorheen gaan, dan zijn we... Het is ook een beetje lastig, want bij sommige films staat er nog van 2022. Maar in Nederland is die 2023 aan. En dan weet ik niet of ik hem van dit jaar nog mag opnoemen. Weet je wel? Dus dat maakt het lastig. Ik denk, is het een beetje een succesvol jaar geworden, denk je? Staking erbij? Het is een historisch jaar, vind ik. Revolutionair. Revolutionair. Want voor het laatst was het in de jaren 60 toen de tv was uitgevonden. Dat heel veel filmrechten werden verkocht aan tv en dat de bioscopen minder bezocht werden. Waardoor de acteurs zeiden van ja, we willen ook een stukje van de daad. En nu zitten we in dezelfde soort setting dat er heel veel streaming services zijn opgekomen. Dat alles wordt verkocht, maar acteurs krijgen er niks voor terug. Ja. Dus zijn ze de straat op gegaan. En ik denk dat het wel gelijk een soort van impact heeft gehad. Hè? Want Netflix heeft heel veel geschrapt en Netflix die focust zich nu op betere films. Ik zie ook dat Amazon... Ze hebben best proberen te doen, nu. Recent kwam Saltburn uit. Foe kwam uit. Het zijn allemaal wat films met meer kwaliteit dan goedkope meuk. Mm-hmm. Rustin kwam uit op Netflix. Noem het maar op. Dus ja, heeft ze wel denk ik een beetje aan het denken gezet. Van gaan we nog al die goedkope rotzooi uitbrengen? Want het kost uiteindelijk wel geld. En als het niet wordt bekeken, probleem. Ja, dat is ook zo. Ja. Ik heb gisteren het vallige serie gekeken. Van Percy Jackson. En The Lightning Thief. Ja, er is een film van. Nou, die film die vond ik destijds vond ik heel leuk. Ik heb 1 en 2 gekeken. Dus ik zag die serie. Ik denk, weet je wat? Ik begin eraan. Het verhaal klopt. Maar het is een extreem kinderfilm van gemaakt. Heel kindvriendelijk. Want in de film komt hij thuis. Die stiefvader die zit aan het drank. En die bedreigt het kind. Van weet je wel, van dit is mijn huis, mijn regels. En jouw moeder gaat maar werken voor de huur. En wie heeft jullie van straat gehaald? Heel agressieve man. Maar in deze komt hij terug, weet je wel. Dan zegt je vader ook, het is mijn huis. Je vader, je moeder moet werken. En als je niet bevalt, prima. Ga maar discussiëren met je moeder. Echt zo op een heel rustige toon. En dan komt die moeder thuis. En die zegt op een gegeven moment, weet je wel, van... Michael, shut up. En die man die is stil. Terwijl dat in de film gaat die man die vrouw mishandelen, bijvoorbeeld. Terwijl de film is heel erg kindvriendelijk gemaakt. Hij is woke. Ja, maar die man die doet alsof hij een tough guy is. Terwijl in de film is het echt zo'n dronklap, weet je wel, die zijn vrouw mishandelt. En in de serie doet hij alsof hij de tough guy is. Maar als de vrouw één keer schreeuwt, is het... Is het niet een beetje een Disney dingetje geworden? Want ik had het laatst dus ook op TikTok gezien. Ik zag een scène van Home Alone 2, wat ik eigenlijk nog nooit eerder heb gezien.
En dat, ja, dat is een remake met die dat hij de World Trade Centers ingaat, weet je wel. En dat die Bird Lady zegt dan schijnbaar ook ergens van iets met over de World Trade Center. En die is er ook uitgekort. Maar dat was ook een dingetje. Na 2001, na die aanslag, waren ook heel veel liedjes van de radio gehaald. Wat ook maar iets met Just Enjoy Living of zoiets. Ik noem maar wat, weet je wel. Oh ja, oké, dat kunnen we beter schrappen. Flying High of zoiets heet een liedje. Ja. Schrappen, weet je wel. Dus heel veel films en dingen werden dat jaar gewoon van een jaar of zoiets helemaal eruit gehaald. Ja, ja. Dus ik zag dus een versie wat nu dus op Disney staat of zo, waar je dan de World Trade Center ziet, wanneer die een dagje door New York gaat. Yeah. Die is er dan in de eerdere versies eruit gehaald en die is er nu weer terug ingegaan. Dus dat. Cool. Nice. Jongens, gaan we het ook een beetje persoonlijk maken nog? Een beetje persoonlijk maken? Ja. Persoonlijk maken. Ja? Gaan we deze shit persoonlijk maken? Oké, laten we doorgaan. jongens, we hebben het natuurlijk een beetje gehad over Hollywood. Laten we een beetje over onszelf. Wat hoort er nou altijd bij een nieuwjaarsgesprek? Een beetje een recapje van je jaar, toch? Recap en voornemens. Ja. Goede voornemens. Laten we dat er ook even in fietsen, toch? Dat hoort er een beetje. Wat zijn onze goede voornemens? Wat is jullie hoogtepunten van het jaar, man? Hoogtepunt van het jaar? Ja, misschien persoonlijk, maar misschien met de podcast of zo. Oh. Ik weet niet, als iemand al een antwoordje heeft, mag ik zeggen? Ja, mijn hoogtepunt weten jullie denk ik wel. Soort van. Ja. Half. Het is ook een semi-hoogtepunt geworden, inmiddels. Toch? Dan weten jullie waar het over hebben. Over heb. Ja. Maar mag je ook delen. Ja? Ja. Toch? Ja, maar het is... Nee, maar, want ik kom er even niet uit. Ik vind het een beetje een vaag aan het worden. Want ik werd toen dus gevraagd voor een NPO-programma. Oh, ja. En testdag gehad, soort van opname of zo. En dan ook een borrel gehad of zo. En vervolgens... ook op de social media pagina gepost. En dan ben ik volgens mij voor één episode gevraagd of ik die dag kan. En die ging dan uiteindelijk niet door. En dat is alweer 3 weken geleden. En sindsdien is het een beetje radio silence, man. Ja, maar iedere avond hebben ze een aflevering, of niet? Ja, dus de 21 afleveringen. Dus het was wel een hoogtepunt. Het was wel nice dat je gewoon een soort van erkenning krijgt. Dat je gewoon gevraagd wordt voor zoiets. Ja, maar ik volg die pagina... En ik zie sommige influencers, die staan er heel vaak op. Ja. Echt, nee, maar daarom zeg ik ook, weet je wel, is een hoogtepunt dat een beetje misschien een beetje teleurstelling begint te worden. In het begin waren we er best wel hyped over dat jij daar aan mee mocht doen. Ja, jullie waren ook gewoon blij dat we gewoon ik vond het gezien leuk, worden ook een beetje met het hele format. Ja. Alleen nou... Ja, ik weet niet. Ja, daarom zeg ik. Dat was een hoogtepunt wat eigenlijk een beetje dingen was. Nou, misschien ook een hoogtepunt bijvoorbeeld voor de podcast zelf. Je werd gevraagd voor een artikeltje. Ja, over Barbenheimer. Ja. Ja. Oh, ja. Dat was ook wel een, een hoogtepunt eigenlijk. Ja, dat is ook een soort van erkenning. Ja, wel een klein stukje. Ja, maar ergens in een artikel. Dat meestal bij de nieuwspagina's is binnen 3 uur is jouw artikel al zo ver naar beneden. Maar het was niet mijn artikel, maar een stukje in een artikel waar ik kort werd geïnterviewd. Nee, maar kleine succesjes, heel tijd zo ontstaat grote successen, denk ik. Ja, weet je wel. Je moet ergens opbouwen, toch? Ja. En... ik denk dat de setup ook al misschien een hoogtepunt is, toch? Wou net zeggen. We krijgen heel veel complimenten over de setup. Zeker. En het past ook echt bij de naam. In de videocorner. Ja. Zeker. We hebben wel een beetje 2-3 afleveringen in de mut gezeten. Zaten we op een bank, weet je wel. Gewoon, ik zat achter jullie twee zaten op de bank. Maar waren we bezig met die verbouwing? Maar er was meer van ook met ruimte waar we zitten. Dat je de bank niet in één keer weg kan doen. Dus meer verwacht dat de bank weggaat en dat de spullen werden geleverd. En uiteindelijk die kast moet je opvullen en kabels moet je trekken. Ja, we hebben het gewoon best wel leuk. En die aflevering was best goed bekeken ook. Ja. Misschien moeten we weer terug op die set. Misschien wel. We halen weer een bank, jongens. En dan is de ruimte weer te klein. Dan moeten we in een grote ruimte. We blijven bezig. Ja, en TikTok heb ik ook al kort verklapt. Zo net, weet je wel. TikTok gaat nu ook best wel lekker. Voor ons doen, nog steeds. Ja, maar het is ook door de jaar heen misschien een beetje leren. Proberen. Ja. Gewoon, wat kan beter? En dan, dit lukt in één keer, laten we hierop doorpakken. Dat is ook wel mooi, zeg maar. Ja, maar hetzelfde tijd experimenteren. Ja, maar het is het beste dat je soort van kleine stapjes vooruit maakt. Ja, ja zeker. Ja, weet je, nu word ik weer zo'n crypto-talk guy. Nee, you got to invest and I don't drink alcohol because it shuts off the brain. Ja. Nee, maar weet je,
Businessmodellen is wel meestal zo. Harde groei is niet altijd goed. Als je zacht of lang, ja, zacht groeit, een beetje raar. Als je langzaam groeit, inderdaad, dan bouw je wel een soort van loyalty base. Ja. Dan weet je wel dat je op een gegeven moment, als je 1000 volgers hebt, dat die 1000 volgers ook gewoon met jou zijn een soort van meegegroeid. Tuurlijk. Ja. Dan als ik nu bijvoorbeeld, ja, als ik nu in één keer gek zou doen en ik steek gooi een molotov tegen mijn setting aan, weet je wel, dan pak ik 1 miljoen views. Ja. Maar daarmee ben ik 2 weken later ben ik niet meer irrelevant. Of nee. Ik moet er weer een schepje bovenop gooien. Ja. En Nick Avocado is hier bijvoorbeeld een perfecte voorbeeld voor. Die at Wendy's en dan at hij 2 Wendy menus en dan at hij hele menu van Wendy's en dan moet hij zichzelf wel overtreffen. En nu op het zo'n punt dat hij obesitas heeft en gewoon bijna niet meer kan bewegen aan beademingsapparaten zit. Ja. Ja. En alles voor de views. Ja, maar je moet jezelf veel te overtreffen. En ja, waar trek je de grens? Ja, kijk, wij doen al zoveel weken doen we hetzelfde en er is een langzame groei. Maar wat nou als wij echt helemaal gek gaan doen? Nu moet ik bijvoorbeeld de tv in elkaar trappen. En dan volgende keer moet ik die tafel door midden hakken. En dan volgende keer moet ik een molotov hier. Ja. En dan volgende week blazen we het hele pand op. Klopt. Ja. Ah, ik denk dat we hier niet zo blij mee. Nee, maar waar ligt de grens? Ja, ja, kijk, nu zijn we wel langzaam aan het groeien. Maar we groeien wel gewoon met hetzelfde. Waardoor we zelf niet de hele tijd hoeven te overtreffen. Mm-hmm. En je een beetje relevant blijft met het ding wat je al doet. Mm-hmm. Ja, no, zeker, zeker. En nu ben ik officieel een crypto talk guy. Je gaat hier zo'n dingen onderzetten, weet je wel. Ja. Zo'n muziekje op TikTok. Ja. Ja. En dan met die subs die altijd zo in beeld knallen, weet je wel. Ja, ja. En dan zo'n linkje eronder. Wil jij ook een goede dropshipper worden? Hey, over cursuspakketten gesproken. In 2024... Zoek even een normale baan. Even serieus. Of Nederland, of ik vind dat Nederland iets van certificaten moet uitreiken aan partijen die cursussen die moeten gewoon gecheckt worden of zo. Zo'n instantie. Want die cursussen die verdienen eigenlijk op die stapsbudget of zo dingetje. Of hoe heet dat ook alweer? Dat je 1000 euro kan krijgen op cursussen en zo. Ja. En dan meld je je aan daarvoor en dan krijgen zij 1000 euro van de overheid. Ja. En ondertussen krijg je een pdfje met 2 A4'tjes, weet je wel, ga werken. Desnoods werk je bij de Albert Heijn. Hoe maak je geld? Ja. Cursus. En die moeten echt kappen. Gaan bak. Oh, ja. Ik verdien 10k per dag, wil jij dat ook? Ja, doe dan wat ik doe. Nee, maar 10k verdienen is niet zo moeilijk. Ik kan voor 20k iets inkopen en ik kan ze voor de helft van de prijs verkopen. Dan heb ik 10k omzet. Ja. Maar wel 10k verlies ook, weet je wel. En dan moet er nog belasting betaald worden over die 10k. Dus kleine lettertjes altijd, hè? Ja, lees dus de kleine letters. Dat is heel belangrijk. Maar ik vind bijvoorbeeld Koen, ik van de bank zit, is echt petje af voor hem. Letterlijk. Maar hij pakt ze altijd aan. En dat vind ik echt super tof dat hij dat doet. Want die... Ja, je kan wel zeggen van ja, arrogant ventje, dit en dat. Hij maakt ze belachelijk. Maar hij heeft wel gewoon hard gewerkt tot op een bepaalde punt te komen. Ja, en dan komen allemaal van die gasten die gewoon met een tussenwegje rijk probeert te worden en die gewoon allerlei onzin verkopen aan de jongere volgers. Ja. En die Koen die pakt ze wel aan. Dat vind ik wel super tof. Ja, maar ik denk ook dat hij een van de weinigen is in Nederland die ze echt aanpakt. Voor Bram Krikke, die maakt wel een leuke podcast, maakt ze belachelijk, maar er zit niet echt een boodschap onder of zoiets. Nee, klopt. Die dolt er een keer over en dat is klaar. Maar die Koen die doet bijvoorbeeld meestal wel uitlachen en daarna stopt hij even. Hij zegt zo, dit trapt er niet in, weet je wel. Dit zijn gewoon allemaal scams. En dan gaat hij een beetje vertellen over belastingen betalen en dit en dat en zus en zo. En dat het niet werkt en dat het allemaal scam is. Noem het maar op. Ja. Dus ik vind, wat hij doet vind ik wel tof. Zeker. Hakan, nog voornemens? Goeie voornemens. Goh. Of slechte voornemens, maakt mij niet uit. Slechte voornemens. Jongens, ik wil ermee stoppen. Dat jullie het nu ook weer... Nou ja, nee, laten we voornemens zo komen. Wat ging dit jaar niet goed? Wat er dit jaar niet goed ging? Nou, dat je soms af en toe dingen laat slingeren. Wat achter op beeld terecht komt. Ja, waar je hele aflevering een pak peuken hier hebt zien liggen. Kwamen we ook tijdens de edit pas achter. Dus hier een pak peuken. Daar kwamen we na het opnemen achter. Maar daar heb je 1,5 uur opgenomen. Je ziet hier zo'n filmpje overheen van een ding op bedankt die. Ken je dat filmpje? Bedankt. Maar dat je dan heb je alles opgenomen en dan draai je in één keer om. Oh, waar ligt mijn sigaretten? Laten we even roken. En dan draai je om. Ja. Oron. Moet opnieuw gaan filmen. En dan zie je mensen zo'n hoofd als... Maar dan blijft het spontane blijft er ook niet meer. Ik nog steeds, dan wordt acteerwerk. Nog een dieptepunt. Wat had een dieptepunt had kunnen zijn. No. Gelukkig hebben we die setting aangepast. Die Titanic stond hier. En elke keer als jij ging zitten, viel die op je hoofd. Maar de eerste keer dat ik ging zitten, dat staat niet op camera. Maar ik ging zitten en als je dan naar achteren doet, tik die kast aan. Maar hij zit eigenlijk op zo'n standaard. Tik die kast eens aan waar die nou op zit. Nee, nu niet.
Nee, die zitten al wel goed. Ja, oké. Okay, nou toen waren we nog een beetje aan het uitzoeken en doen. Ja, maar toen zat er die kast op wat los. Maar toen hadden we ook nog geen opname. Die Titanic viel op zijn hoofd. Nou, niet op mijn hoofd. Maar als die op beeld was, was het een dieptepunt. Van ja, dat was echt een dieptepunt. Dan was je een meme. Dat was echt een meme, ja. Ja, man. Weet je wat het is? Alson, kijk, het zal leuk zijn, weet je wel. Jij zei ook, ga ik gewoon een keer aantikken, weet je wel. Dat valt hij. Maar het probleem is, zo'n ding is best zwaar als hij van boven komt. En als hij met een punt op je hoofd valt, je hebt heel dun huidje op je hoofd. Jongen, uit de halve kop klinkt opleven, als een hoor. Boek, jongen. Jezus. Harry Potter, stenen wijze. Eén tot en met 10. Pots. Ja. Nee, ik hoogtepuntje... Dieptepuntje. We zijn al overgaan op die... Vond je die Titanic op je hoofd vallen een diep hoogtepunt? Nee, daar waren we al klaar mee. Maar hebben we echt diepe dallen gehad dit jaar. Dieptepunten dan? Moeilijke tijd gehad, man. Nee, hebben we zoveel dieptepunten dan? Ja, persoonlijk misschien... Persoonlijke dieptepunt. Oh ja, man. Ik heb mezelf wel een beetje laten gaan. Het is winter. Winter is aangebroken. Winter is aangebroken, ja. Maar dat is, nee, je bent niet de enige, hoor. Daar heb ik ook last van. Dus, ja. Maar zullen we even die clichés kappen? Want, ja, oké. Okay. We standen een goede voornemen. Ze gaan naar de gym. Eerste twee weken. Iedereen heeft iedereen een Basic Fit abonnement. En dan neemt het langzaam weer af. Ja, nee, ik heb... Nee, maar je kan ook geen niet dingen dramatisch hebben, een dieptepunt. Ja, ik zat een tijdje... Je hebt een nieuwe job? Een beetje in een dip zat ik. Je hebt een nieuwe job, dat is een hoogtepunt. Ja, dat is ik ging net naar hoogtepunt. Ja, nee, maar dat is over dieptepunt. Nee, maar wacht, dat heb ik niet gehoord. Maar ik zei je kan ook gewoon geen dieptepunt hebben. Ja, maar ik heb wel dieptepunt. Maar je hebt een nieuwe job, dus... Ik heb dit jaar zat ik een beetje in een dip. Had ik bijna nergens meer zin in, weet je wel. En ik ben van baan geswitcht toen. Ja. En langzaam aan de hand heb ik het gewoon weer naar mijn zin. Dingen wat ik doe, doe ik met plezier. Ik heb... Nog altijd plezier in het podcast maken? Ja, ook. Ook al heb ik soms het gevoel van, jongens, ja, moet dat zo lang? Ja, maar het wordt... weet je wat het lastig maakt? Weet je wat het lastig maakt? Je wordt niet altijd gelijk beloond bij een podcast. Dat is wel zo. Dat is, dat is het. Ja, het is ook niet zo. Dat speelt bij mij niet zo'n heel grote rol, weet je wel. Nee, maar ik bedoel, ik meer vind het van, wel leuk wat we hier aan het doen zijn. Nee, maar ik meer in de zin van, kijk, salaris is normaal gesproken ook een soort van beloning voor je harde werk. Dus als we nu bijvoorbeeld dit hebben opgenomen en we lopen naar buiten en er staat iemand met een cheque van 500 euro. Jongens, bedankt voor vandaag. Ja, dat was een stuk leuker geweest. Dan was het inderdaad anders geweest. Ja, dan wou ik het iedere dag nu, doen. Nu zie je niet direct resultaten, een soort van. Nou. Weet je bent langzaam aan het opbouwen. Je hoopt op een punt te komen. Ik zit er al een jaar in. Hoe lang zijn jullie al bezig? 2 jaar, 2,5 jaar? Ja, maar op en af. Maar even ook met de podcast in het wild. En dan podcast wilden we binnen doen. En dan zijn we geswitcht naar die oude klassiekers bespreken. En dan weer switchen naar nieuws. En dan toen kwam jij erbij. En dus ja, we kunnen zeggen de eerste aflevering waar we echt in deze format zitten. Nog met de nieuwsdingen. Dus 8 maanden geleden. Ja. Ja. Maar ja. Dat klopt. Rome is ook niet in één dag gebouwd. Nee, precies. Nee, een van de hoogtepunten was wel dus dat ik dus van baan ben gewisseld. Dat sowieso. En ik vind toen... Sorry, maar je hebt nu echt naar je zin, of niet? Met je nieuwe job ook. Ik heb het wel naar mijn zin, je was een beetje klaar met je vorige, inderdaad. Ik was er niet echt klaar. Vond ik ook hartstikke leuk werk. Ja. Ik zat ook bij een geweldig bedrijf. Collega's, weet je wel. Je was gewoon vrienden met iedereen. Ja. Je kon bij iedereen aankloppen. En ik was ook zo'n type, weet je wel. Ze kon ook bij mij aankloppen. Ja, maar ik bedoel ook niet persoonlijk dat je ruzie had. Maar meer van weinig doorgroeimogelijkheden eventueel. Dat je daarom een beetje klaar mee was. Weinig doorgroeimogelijkheden, dat ten eerste. Maar het waren die tijden, man. Oh ja. Die tijden die sloopten mij op een gegeven moment na een tijd. Want ik begon toen ook, weet je, met sporten oppakken. Maar daar had je dan ook geen puff meer voor. Ja. Want je stond 's morgens om 4 uur op. Ik moest dan 4 uur opstaan. Ja, en dan moest ik 5 uur het huis uit. En dan was ik 5:15 daar. En dan moest ik snel de bus inladen. En dan moest ik alweer doorrijden. Maar het probleem was, als je op die vloer komt... En nou, ik deed dan vloerverwarming frezen, voor de mensen die het niet wisten. Is dat een woordje? Vloerverwarming frezen. Ik kwam op de vloer. Ja, maar dan kwam je aan bij de klant. En als je die freesmachine aanzet en je zet hem erin, je merkte dat hij zacht was. Nou, dan was je vrolijk. Niemand kon je dag mee kapot krijgen. Want bij ons was de regel, als je klaar bent, mag je naar huis. Ja. En als die vloer zacht is en je moet maar 4 groepjes, bij wijze van, dat is 400 meter frezen. Nou, dan liep je zo snel door. Ik heb wel eens gehad dat ik gewoon... Binnen 3,5 uur had ik een compleet systeem bij een klant, had ik erin liggen, weet je wel, met 2 man. En dan bel je de zaak op en dan mag je naar huis. Nou, dat was top. Ik heb ook wel eens gehad, dan moest ik 200 meter frezen, stond ik s'avonds om 8 uur stond ik nog bij de klant. En dan was het echt van, er staat de klant je aan te kijken van, ja. Gaat het nog lang duren of denk ik bij mezelf, joh, ik sta hier ook niet voor mijn lol. Voor het geld. Maar weet je wel, als het op een gegeven moment 4 uur is geweest, dan denk je van, ben je zelf ook wel, dat geld mag maar de pot op, ik wil naar huis. Ja. Weet je, dus nu heb ik gewoon
vaste tijden. Is het? Ik mag tussen 7 en 8 uur mag ik op de werkvloer komen. 9 van de 10 keer ga ik om 7 uur. Omdat ik gewoon gewend ben om vroeg op te staan. Maar ja, ik mag ook eerder naar huis. Ja. En dan kom ik thuis en dan... Je bent energiek. Je zit niet onder de stof. Je hebt niet 3 uur lopen reizen, weet je wel. Je hebt wel vierkante ogen. Vierkant ook. Nee, valt ook reuze mee, man. Ja, ICT is dan een ja, weet je. Jij gaat op een gegeven moment evolueren naar een man met een dieselhorloge. Weet ja, je wel? Klopt. allemaal vooroordelen. Brilletje op. Nee, maar nu is het gewoon... ik kom 's morgens vroeg op werk. Ik zet mijn pc aan en ik kijk om me heen. En ik zeg, jongens, heeft er iemand... Echt probleem mee? Nee, prima. Nee, gaan we naar huis. Zijn er machines die ik voor kan bereiden? Nee, oké, prima. En dan ga ik gewoon voor mezelf wat doen. Of, ja, of ik loop naar mijn collega's van, joh, hebben jullie hulp nodig? Ja. En als ik, weet je, we zijn allemaal mensen. En soms heb je even geen zin om te werken. Ja, ja, dan loop ik die loods in, weet je wel. En dan ga ik naar mijn andere collega's. En dan ga ik me een beetje lopen hoeren. Oh, en, ik weet niet of dat verstandig is om hier te zeggen. Nee, maar luister. mijn manager zelf... Ja. Die zegt ook gewoon... Ga maar lekker horen. Nee, maar moet af en toe kunnen. Ik heb het zelfs een keer gehad. De manager van mijn manager, die kwam bij me. Ik wil ook zo'n Hij manager. Zegt, heb jij niks te doen? Ik zeg ze van, ik wil wel wat doen, maar ik heb niks te doen. Hij zegt, kom maar mee. Ga maar horen. We zijn serieus, oprecht. We zijn naar de kantine gelopen. Hij zegt tegen mij, hij begon op een gegeven moment een gesprek met een andere manager. Hij zegt tegen mij, zet de PlayStation maar en ik kom eraan. We hebben een PlayStation in de kantine. We hebben serieus een uur lang FIFA gespeeld met die man. Hij zei op een gegeven moment, we hebben vergadering. Vier of vijf. Wat? Vijf. Serieus? We hebben PlayStation 5. We hebben tafelvoetbal hebben er staan. Je kunt darten bij ons. Maar het is een compleet nieuw gebouw. De kantine is ook nieuw, dus... Er wordt gewoon eten gemaakt. En gewoon normale prijs, weet je wel. Je ziet gewoon van, oké, het bedrijf wil niet winst maken op de kantine over mijn rug. Weet 50 je? Cent voor een blikje kolen uit de automaat. Een euro. Maar ik vind dat gewoon normaal. Dat is best wel normaal. Ja, dat ik kan me herinneren, ja, 4, 5 jaar geleden was 50 cent bij sommige bedrijven. Toen ik ja. Dat was gewoon meer van geen winstmarge. Ja. Zelfs een beetje inleveren voor ze. Gewoon een soort van service eigenlijk. Ja. Ja. Bij ons was het, kijk, ik kom dan van de bouw af. Je zit heel lang in een busje en als je dan een keer wat lekkers wilt halen, dan stop je bij het tankstation, dan stop je bij de Mac of dan stop je bij een snelwegrestaurant. Declareren. Ja, dat kon ook niet altijd, want je had het zelf, je hebt er zin in. Tankpas. Weet je? Ja, dat kon het ook niet over. Tankpas kun je soms niet eens dingen voor je auto. Ja, hier hebben ze een MKB-pasje waarschijnlijk. Ja. Maar dan stop je daar, dan denk je van, ik ga even een blikje fris halen, weet je. Betaal je gelijk €2,50. Ja. En hier, er zit, of, ik, kijk, een blikje en een broodje. Ben je 9 tot 10 euro kwijt. Tussen 8 en 10 euro ben je gewoon kwijt bij een tankstation. Ja. Hier, we hebben op vrijdag een frietdag. Ja? Kun je een frietje halen, een snack halen, een broodje halen en een drink halen. En je bent voor 5 euro ben je klaar. What the fuck? Ja. Zoveel voor 5 euro? Ja, serieus. Wat doen ze in-house bakken gewoon, of wat? Ik ben een snackbar of bij het in-house... Nee, bij ons gewoon. We hebben gewoon een compleet catering. Dat is wel een goedkoopste snackbar ooit. Dus dat besteed je niet uit, zeg maar. Ja, okay. Dus het ja. is allemaal zelf. Dat is gewoon ideaal. Ja. Ze maken gewoon... Voordat je weer terug gaat naar het snacksegment. Ja. heb jij nog dieptepunten? Want ik zie mensen ook kijken. Hij heeft ook wat te vertellen, denk ik. Vertel. Nee, maar op een gegeven moment... Ik zag dat we weer terug naar de snack gingen. Ja, maar ook helemaal af. Ja. Meneer Snack. Ja, de meneer Snack, ja. Ja, joh. Ooit gedacht aan een eigen podcast, misschien? De Snackkost. Nee, de Snackkost. Nee, hoor. Eigen snackbar. De Snackkost. Heb je toch al? Maken. Hallo, maten en snackfanaten. Serieus? Ja, je hebt toch die Snackspare? Oh, de Snackspare, ja. Die, ik dacht de Snackcorner, misschien nee, de Elko, zoiets heet die. Elko, okay, zo. Nice. Maar even die dingen even opnieuw plakken. Ja, ja die heet... Die heeft dan nog net die snacks en zo probeerd. Ja, okay. Hey, Mirza, heb jij nog... Nee, dieptepunt. Ja, mag ook hoogtepunt. Het kan zijn dat je geen dieptepunt hebt. Nee, als ik zo een beetje over nadenk, geen dieptepunt. Mijn echt. Hoogtepunt is dat ik aanwezig ben. Podcast gerelateerd? Hoogtepunten? Nou, ook, ja, ik weet niet hoe ik het zo moet zeggen. Hoogtepunten. Nou, weet je wat het is? Ik ben wel een soort van... Kijk, sinds we begonnen zijn met dit... Ja. Ik ga eerlijk zijn, ik heb niet echt superveel kennis gehad. Het is wel dat ik wel wat meer aan het leren ben door de podcast. Tuurlijk. Ook meer door jou en ook door Hakan. En dat is ook wel fijn. Dat je films meer gaat waarderen. Dat is meer gaan waarderen. En is dat ook een goede voornemen voor volgend jaar? Zeker. Dat je zeker. Nog meer films gaat kijken. Dat ik nog meer films ga kijken. Ook, kijk, ik ben zelf... Ik hou van actiefilms. Ik hou van horror. Ja.
Daar bleef het eigenlijk bij. Ja. Voordat ik de podcast goede dialoog had. Jij hebt mij destijds wel een horror gepusht. Ja. Maar in ieder geval, ik wil meer openstaan voor andere genres. Ja. Laat ik het zo zeggen. En ja, ik had het al net over. Ik wil ook meer van DC en Marvel dingen. Daar sta ik open voor. Serieus. Ja, hoeft niet per se. Maar het hoeft niet, maar het is... Je hebt nooit geëxperimenteerd. Juist. Hey, misschien is dat ook mijn favoriete genre ooit. Weet je wel? Weet ik het. Maar ik heb het nooit echt gekeken. Laat ik het zo zeggen. Staat er wel open. Dat is jouw ambities voor 2024. Juist. Ja, maar dat heb ik toch ook. Ja. Die films met veel dialogen, dat vind ik niks. En als je dan naar mijn top 5 kijkt, dan staat Oppenheim staat op 2. Weet je, normaal gesproken zou ik er niet kijken. Gelukkig doe jij de Oscar prediction dingen niet. Ja, dat scheelt. Dat zou grappig zijn, hè? Dat als een slechte film, The Creator, best script. En dan de beste actors, The Marvels. Best cat in movie, Marvels. Nee, we hebben als, wat willen we volgend jaar bereiken, jongens? Wat willen we doen? We kunnen als groep zijn, dan kunnen we nu een beetje gaan sparren misschien. Ja, sowieso meer views neem ik aan en meer following. Ja, maar dat is gewoon standaard. Dat hopen we. Dat kunnen we niks aan doen. Ja. Maar wat gaan we daarvoor doen? Dus ik wil sowieso meer content creëren op YouTube. Ja. Niet alleen de podcast meer op YouTube, maar ik wil ook vaker misschien een soort van nieuws recap, een bioscoop agenda recap, zoals we nu op TikTok al klein doen, wat uitgebreid. Want we hebben al een keer over nieuwtjes gedaan, toch? Ja. Dan was het meer op Instagram. Ja. Maar dan zijn we uiteindelijk dan een beetje gestopt. Ja, ik wil dat nu misschien meer op YouTube doen. Ja. En ik wil iets meer samenwerkingen aangaan, denk ik, man. Met distributeurs. En dan meer, als het kan, behind the scenes. Mm-hmm. Als het kan, bij de rode loper aanwezig zijn met microfoon en camera. Zeker. Ja, en dat dan gewoon echt items van maken op YouTube. Mm-hmm. En dat we. Want ik heb nog het idee dat we altijd gezien worden als een podcast. Mm-hmm. Maar dat zijn we ook nu een soort van beetje. Want we deden nieuws. Daar zijn we een beetje van afgestapt. Omdat ik merkte van Rotten Tomatoes. Iedereen die ons volgt, die volgt Rotten Tomatoes. Yeah, Collider, noem het maar op. Mm-hmm. Dus die volgen zien dat allemaal. Yeah. Maar dus ik dacht van het heeft niet zo echt veel nut, denk ik dan. En dan zijn we van afstand. Maar ik wil nu wel weer gewoon echt een soort van media, film media. Nieuws of een nieuwsplatform voor films worden. Mm-hmm. En minder van het podcastplaatje afgaan. Tuurlijk, podcast blijft doorgaan. Maar we worden nu vooral gezien als podcastmakers. Ja. Dat zijn mijn beetje ambities. Hebben jullie nog films waar jullie naar uitkijken? Ja, ik heb voor aankomend jaar. Ja. Oké, zijn niet de meest voor de hand liggende. Sorry, hiermee gaan we ook gewoon afsluiten. Tenzij jullie nog wat hebben voor ambities? Nee, niks verder. Ja, ik zit een beetje in een... Dip? Alweer? Nee, alweer? Ik zit een beetje te denken. Te schommelen en te denken of ik het zal doen of niet. Want jullie weten, ik speel heel veel Call of Duty. Ja. En je hebt ook vaak tegen mij gezegd van... Gewoon uploaden. Je bent een gamer. Gewoon gaan. Nee, het is niet specifiek een gamer. Ik speel echt veel Call of Duty's. En dan zit er af en toe zit er een spel, weet je. Ja. Kijk, wanneer je zegt een gamer... Dan versta je eigenlijk van... Oh, die kill die heeft alle spellen gespeeld, zowat. Ja, maar je speelt vooral Call of Duty. Ik ben echt gewoon van die... Van die shooters. Ja, van die gewoon echt gewoon die mainstream games wat iedereen speelt. Ja, daar hou ik wel van. En je hebt ook vaak tegen mij gezegd van... joh, upload het gewoon, weet je wel. Bereik die filmpjes, upload het gewoon. Ja, ik zeg dat dus altijd. Want we hebben gewoon de mogelijkheden. Zoals we nu de podcast opnemen... heb je ook gewoon de mogelijkheid om gewoon game op te nemen met commentaar. Ja, daar zit ik een beetje nog tussen van... Je twijfelt te veel, man. Gewoon beginnen. Nee, niks. Nee, dat zegt die andere. Dat is net als met mensen die zeggen van... Ja, ik wil afvallen, maar ik begin volgend jaar. Nee, gaat er niet van komen. Oh, maandag ga ik beginnen. Als maandag niet lukt, maandag ga ik beginnen. Je moet eigenlijk wanneer je kan. Je moet gewoon gelijk beginnen, ja, man. Ja, je moet gewoon die start maken. Maar toffe ambities dan voor volgend jaar. Ja, wie weet pakt het wel heel goed uit. Ja, je moet niet altijd te hard van stapel lopen. Nee, maar ik zeg ook, wie weet. Nooit schot is altijd mensen in de kant. Dan word je zo'n speed. Dus je binnen een jaar 20 miljoen volgers hebt op YouTube. Ja, en dan? Waar je dan nou naar speed kijkt, niemand neemt de speed serieus. Maakt niet uit. Dat gevoel. Hij heeft wel een dikke check. Maar ik keek gisteren nog een filmpje. Hij gaat gewoon skiën en geeft gewoon rustig 1000 euro uit voor een jas. Ja. Terwijl hij die maar 2 uurtjes gaat gebruiken. Boeien. Films waar we naar uitkijken. Daarmee gaan we afronden. Ik heb 2 films meegenomen. Niet misschien de meeste voorhand liggende. Maar omdat ik van horror hou. Ja. Final Destination 6. Komt 2024 uit. Deze heeft ook vertraging doorgelopen. Ja, door de staking. En ze gaan het beetje... De formule gaan ze breken. Want normaal is Final Destination gaat het over een groep scholieren. Nu gaan ze het meer focussen op een groep hulpverleners. En die gaan dan met de dood te maken te hebben.
We gaan allemaal met de dood te maken. Ja, ja, maar hun dan ook. Deze is veel. En daarnaast een van mijn favoriete acteurs, Jake Gyllenhaal. Hij kwam met Roadhouse. Roadhouse. Oh. Ja, dat was ook bij een UFC event 294 of zoiets was dat. Mm-hmm. Gingen ze opnames maken en dan zag je, boe, hij is boft. Hij is echt, ziek had afgetraind voor die film. Zeker. En ze hebben opnames gemaakt bij UFC. Ja. Maar hij is een former UFC fighter turned security guard of zoiets. Ja, hij gaat hij naar een café en dat soort dingen. Maart 2024 komt hij. Ja, dat waren ze. Heb je nog een aantal films? Ik heb niet echt een America. Film waarvan ik sta... Captain America, daar kijk ik aan de kant wel uit. Mm. Maar ook naar de film van Brad Pitt. In de Formule 1. Ja, dat is de vraag. Want ik zag ook op TikTok zo'n Formule 1 dingen. En dat er inderdaad te woke is of zoiets. Dat hij per se een vrouw erin wilt hebben. En allerlei dingen, weet je wel. En waardoor die gasten zeggen van ja, oké, dat wil je wel. Maar dat is er gewoon niet. Nee, klopt. Weet je wel? Dus je wilt een realistische film maken met iets wat niet realistisch is. Ja. Ja, dus hij probeert allemaal vrouwen bijvoorbeeld dan in de pitlane allemaal neer te zetten. Bijvoorbeeld die car mechanics zijn en dit en dat. Oké, het idee is leuk. Nee, maar ik bedoel, het kan, weet je wel. Klopt. Maar het is er gewoon niet. Je kan iets wel willen, maar als het er niet is, dan is het dan nog realistisch? Tuurlijk, ik zeg niet dat vrouwen geen auto kunnen maken. Nee, maar het is er gewoon. Er zijn gewoon te weinig vrouwen in autosport. Ja, dat klopt. Om het gewoon realistisch te maken op deze manier zoals hij dat wilt. Ja. Verder nog? Nee, voor de rest niet. Ik heb ook iets gekeken. Blade. Ja, Blade. Rush Hour komt nieuwe. Nieuwe Rush Hour. Nice! Ja, Blade is 2025 overigens. Rush Hour. Ja, kijk om naar uit. Dat is twijfelen. Jij, Oren? Ja, ik heb meestal op de Letterboxd films waar ik uitkijk. Dune 2. Dune 2. Die is uitgesteld. Joker, Folia 2. Oh, oké. Iron Claw. Die is inmiddels in Amerika uit. Dus die zal binnenkort wel te streamen zijn. Mm-hmm. Ferrari, uiteraard. Poor Things van Yorgos Lanthimos. The Bike Riders, die is inmiddels bij Focus. Dus die heeft een haventje gevonden waar hij kan stranden. Nice. American Fiction, best wel grappig. En die is best wel, die gaat heel veel prijzen pakken schijnbaar ook. Gaat over een writer die boeken schrijft en niet succesvol kan zijn. Totdat hij het feit moet omarmen dat als hij zich voordoet als een stereotype Amerikaan, dat hij dan wel in één keer boeken kan verkopen. Dus dat is een beetje een comedy. The Boys in the Boat. The Perfect Days. Het is volgens mij een Koreaanse film was dat. Hmm. The Color Purple in januari. Een remake van Steven Spielberg's 1985 film. En nog een hele hoop. Ik heb nog eentje om toe te voegen. Komt een nieuwe Mad Max film. Mad Max, Furiosa. Ja, die heet volgens mij dus ook geen Mad Max meer, maar die heet dan volgens mij enkel Furiosa. Kan ik wel even opzoeken. Nee, wanneer komt dingen uit dan? Weet je wel dat zo? Craven? Craven. Die zou eigenlijk al uit moeten zijn, maar die is helemaal uitgesteld naar eind volgend jaar. Dus in december 2024. Het is schijnbaar shit, man. Ja? Echt, ja. Lekker dan. Furiosa. Ja, het is Furiosa en Mad Max Sega. Wel gewoon van George Miller weer. Gewoon de originele maker van Mad Max. Want het was de eerste drie films was met Mel Gibson. Dan kwam Tom Hardy. Ja. Tom Hardy heeft maar één film erin gespeeld. Maar nu is het wel echt gewoon een soort van nieuwe road wat ze inslaan. Okay. Ja, vet. We gaan het zien. We gaan het zien. Ja. Mad Max The Wasteland is ook al geïntroduceerd. En die is nog niet... Het is een sequel van Fury Road. Maar die is dan nog niet uit. Of in productie of whatsoever. Jongens, we gaan afronden. Yes. Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Het is overigens de laatste aflevering van dit jaar. We zijn volgend jaar weer terug. Op stipt 1 januari. op maandag. We wensen jullie alvast de beste wensen. Mm-hmm. Namens team De Video Corner. Jongens, zwaai even. heb je genoten van deze aflevering? Vergeet dan niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. En terwijl je daar rondhangt, vergeet dan geen review achter te laten. Een comment te plaatsen, een likeje achter te laten. Zet een belletje aan op YouTube. En deel de podcast met je vrienden. Ook zijn te vinden op verschillende social media platformen. TikTok, Instagram en Facebook. TikTok en Instagram, @TheVideoCorner. Op Facebook zijn te vinden onder De Video Corner. Ik zei het al. Maandag zijn we weer terug met de reguliere aflevering. Daar hebben we Aquaman. Berlin. Rebel Moon. Ja. Dat was Staat die ergens toevallig in jullie lijstje al? Van slechte films, goed en beste films ooit? Ik heb hem nog niet gezien. Daar gaan we het nog over hebben. Voor nu nogmaals, fijne jaarwisseling. En tot volgend jaar. Joejoe. Doei. Hasta la vista, baby.
Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.